Dit wordt een hele mooie. Dit wordt een hele mooie. Ik ben namelijk bij de vrijmetselaars geweest. En ik ben hier geweest. Wat was dat precies? Hier zetten ze. De Velperweg en dan onder de A12 door. En dan de eerste naar links. Even kijken of ook nog een. Ik kan toch ook van. Zo'n mannetje neerzetten. Even kijken wat we nog gedaan. Slinger de slinger. Zien we iets? Het was echt. Ja. Wacht. Wat voor gebouw was dat nou? Nee, dat was niet dit. Het was wel hier in de buurt. Nee, ik wil het ook helemaal niet. Ik wil gewoon dat poppetje zien. Ja, zoiets. Ja, daar was het, ja. En dan moet je dus. Dit is volgens mij, dit is van het noorden afgezien. Kijk, nou zit je onder dat ding. Daar hebben we dus niks aan. Gewoon zwooien. Kijk, daar. Daar was het. En vroeger hadden ze dus een gebouw bij het Centraal Station van Arnhem. Dat was echt zo'n mooi Grieks gebouw. En daar woonde een vriend van mij, Blake. En die kende de moeder van mijn kind. Dit wordt echt zo toevallig. Je gaat het niet geloven hoor. Dit wordt zo merkwaardig. Maar ja, het zijn ook de vrijmetselaars. Hè? Die kennen van alles. Wat een stelletje kleuters. Oh, maar eventjes. Ach, nou verklap ik alweer. Hè, Perry toch. Je moet altijd de clue voor het einde bewaren. Wat een stelletje kleuters. Maar goed, dan zeg ik het weer. Nou ja, maak het uit. Ik heb het toch al één keer gezegd. En die vriend van mij, die heeft dus gekozen voor wat de Duitsers een nennen, die Deutsche nennen, de Freitod. Dat vrijwillige afscheid. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Tot de afschuw van zijn omgeving, die helemaal geen gevoel had voor zijn verdriet. Dus ja. Zo gaan die dingen. Maar hij zat dus in dat voormalige gebouw van de Freemasons. Of de Masonen. Devil Worshippers. Kleuters. Kan je ze ook noemen. Maar goed, hoe je er dus komt. Het is nou duidelijk waar het gebouw ligt. Hè? Maar de kaart is natuurlijk veel mooier en. Als ik nou hier klik, dan kunnen jullie denken. Oh ja, ik heb precies. Het is dus hier. Ja? Ik zal nog een beetje uitzoomeren. Maar je hebt dus de weg naar Velp. Die heet de Velperweg. Echt geniale uitvinding, hè? Om de weg naar Velp de Velperweg te noemen. Hè? En dan hier heet hij de Arnhemse Straatweg. En dat vinden jullie. Dat is natuurlijk gelijk heel verwarrend. Maar dat komt dit hier. Dat is Velp. Dus die weg voor die mensen, die heet de weg naar Arnhem. En voor ons heet het dus de Velperweg. En dan is het gewoon de eerste links. En dan, ja, ik heb het net laten zien. Nou, die hebben dus, want zij zijn dan zogenaamd een geheim genootschap. Oh jee. Oh, dat is al de eerste grap. Zij zijn een geheim genootschap. En die hadden een open dag. Ja, dat is toch heerlijk? En toen zei dus die vent, die vriend van mij, die ik dus leerde kennen, opnieuw leerde kennen. Want ik kende hem al toen ik 18 was. Maar ik was hem uit het oog verloren. En door de moeder van mijn kind zei ze, hé, daar is die. Maar even later zei ze tegen mij, hé, hij heeft Freitod gedaan. Maar die zat dus in het gebouw van het voormalige Freemasons jongens. En die had die advertenties hier staan. En hij wist, want in die tijd, ik ging ook naar de Theosofen.
en de antroposofen. Ik ben gewoon van nature nieuwsgierig. Dat neemt niet iedereen mij in dank af, maar dat maakt mij geen... het maakt me niet uit. Om het maar netjes te houden. Ik ben gewoon nieuwsgierig. En hij kwam er dus mee. Rolf heette hij. Rolf. En hij heeft protestantse ouders. En hij is molenaar geweest. Hij is ontzettend gepest door naffers. Vroeger had je kaffers. Maar tegenwoordig heb je naffers. Maar die zijn net zo erg hoor. Helemaal geen probleem. Die hebben hem gepest, jongen. En waarom? Omdat hij een molenaar was. En iedere ochtend om 9 uur was hij op tijd op zijn werk. Ja, daar houden die naffers kennelijk. Dus vonden ze hem stom. En ze wilden zijn apparaat kapot maken. Ja, en hij hield daar niet van. Want hij gebruikte die molen daadwerkelijk om graan te malen. En het is dan weliswaar een beetje museumachtig werk. Aan de andere kant, die molen die draait wel. Nou goed, hij heeft dus vrijwillig dag Sinterklaasje gezegd. En met hem was ik hier. Hij had het in de krant zien staan en hij zei, kom op. En ik ben er dus echt naartoe gefietst. Hoe ver is het eigenlijk? Is ook wel leuk om even te weten. Dat kan ook, hè? Je kan afstanden meten. Even kijken hoor. Ja, ik weet niet of ik het. Maar je kan wel zien, dat is best een eindje fietsen. Huh? Maar dit is de snelweg dus. En dan moet je dus hier de Velperweg helemaal af. En dan kom je dus. Kijk, daar woonde ik. Spijkerstraat, hier woonde ik. Daar ongeveer. Dat is wel een eindje fietsen, toch? Moet je langs Molenbeken, fabrieksterrein van de NK. Heb je hier de oude Velperweg, is ook een hele leuke route. En uiteindelijk kom je dan. Toch? Of was het nou hier? Fokken die fokken. Dat zou ook nog kunnen dat het hier was. Shit the fuck. Ook even een poppetje bij zich. Wat een mooie mislukte uitzending wordt dit zeg. Ik kan niet eens de vrijmetselaars vinden. Nee, dit is. Oh ja, dit ken ik. Ja, nee, hier is het niet. Hier is het niet. Nee, dit is. Hier is het niet. Nee, dat klopt. Dat klopt, hier is de waterweg. En die ken ik. En dit is de IJssel. Nee, het was de Velperweg. Nee, ik heb het wel goed. Ha! Wat een amazing escape, mijn mensen. We hadden best een eindje fietsen. En toen zijn we daar naartoe gegaan. En het was merkwaardig. Dus het is waardig om het aan te merken. Absoluut bijzonder. Ze hadden een tempeltje daar. Ik moet echt zeggen een tempeltje hoor. Dat was niet een echt indrukwekkend gebouw. Ik bedoel, het eerste gebouw van de ABN AMRO Bank ziet er mooier uit. Maar oké, tegenwoordig hebben de vrijmetselaars kennelijk ook geen cent meer te makken. Want het mooie gebouw bij het Centraal Station, dat hebben ze verkocht aan studenten. Want daar woonde mijn vriend of ex-studenten of van die jongelingen. Die betalen dan 400 in dukaten of talenten, euro's, guldens, maakt niet uit. Die betalen 400 in de maand voor een kotje. En hebben ze dus een nieuw tempeltje gebouwd. Dat was echt een tempeltje van niks hoor. Kut tempeltje gewoon. Vond ik. En het leuke was dat bij binnenkomst kregen we gelijk 2 consumptiebonnen per persoon. Dat waren er 2 voor hem, Rolf, en 2 voor mij. En die man, dat was echt een mooie, stevige man. Een beetje uiterlijk gorilla. In de zin van stevig. Hè? Dat je denkt, oké, stevige man.
En die zei gelijk, hier kan je in de pauze sterke drank voor krijgen. Ja, toen was ik dus gelijk verkocht. En dan hadden ze mijn aandacht. En ik wist gewoon, nu bedoel je serieuze business. I'm your friend. Dus met die heerlijke warme consumptiebonnen ergens weggestopt in mijn borstzakje of in mijn portemonnee. En nam ik plaats. Nou, toen kwam de pauze. En dat was me goed ook, want ik was het totaal beu. Wat een geouwe hoeren. Wat een gelul in de ruimte. En na de pauze kwam er nog een vrouw. En die ging vertellen dat het helemaal niet erg is als je man bij de vrijmetselaar zit. Want ik weet niet eens meer waarom. Ik begreep niks van wat ze aan het vertellen was. Dan snapte er helemaal niks van. Het enige wat ik hoorde is de vrijmetselaars, dat is een soort vriendenclub. En dan betaal je, dat heb ik toen niet gehoord, maar het kost dus iets aan. Tegenwoordig denk ik dat een beetje vrijmetselaarschap richting de €500 in de maand gaat. Maar ze hebben, dat heb ik dus weer gehoord van uit het circuit, uit eerste hand, van een Turk. En die heet Emre. En hem werd toen een contract aangeboden van €330 per maand. Maar de eerste maanden zouden gratis zijn. Ja, ga er maar aan staan. En in de pauze kreeg ik dus inderdaad de jenever. En ik weet niet of mijn vriend Rolf toen al zijn consumptiebonnen zelf geconsumeerd heeft. Of dat hij dacht na één jenever van kom, ik geef die andere wel aan Perry. Want ja, die heeft toch een natte nek, dus dat maakt niet uit. Verschrikkelijk. En dan stond ik in die tempel daar. Oh nee, laat ik beginnen met. Dus de binnenkomst, dat was dan die vent die zo. Jenever kopen, gratis. Ik zeg, ja man, kruikenseiker. En kruikenseiker is geen scheldwoord, dat is gewoon een woord voor een Tilburgernaar. Sorry, voor mij. Dus ik was er binnen en die boekenkast, om maar te beginnen. Dat was het eerste. Punt 1, de boekenkast, daar zat gewoon een glazen deur voor met een slotje erop of zo. Maar je begreep wel dat je de deur niet open mocht doen en je mocht niet een boekje eruit pakken. Je mocht alleen maar kijken naar de kaften. En de rug, alleen maar de ruggetjes. Je mocht die boeken niet eens vasthouden. Dus ik kijk naar die titels op die ruggetjes. Nou, die titels op die ruggetjes, die kunnen mijn ruggetje op. Wat een boel crap ruggetjes, man. Absolute idioterie. Dan stond ik in die tempel, of die werkplaats, moet je dan zeggen, de werkplaats. En die was gericht op het oosten. Dus hoe die nou precies, ik kan het hoe je, want je kijkt nu naar de kaart waar het ongeveer is, maar dat ding lag dus ergens hier, nee, dat lag ergens daar. Ik denk dat dit weggetje er niet op staat, maar die tempel was gericht op het oosten. Ik zweer. Ik ben er heel vaak langs gereden. Die kaart is gedraaid of zo. Stom ding. Daar hebben ze inderdaad op de grond witte en zwarte vakken. Echt een Freemason gebeuren. En in de pauze mochten we lekker kletsen. En ik had dus lekker die jenever. Ik had 2 jenevers. Misschien wel 3 jenevers. Want ik kan met 3 jenevers gewoon de Velpenweg af fietsen naar huis. Snap je? Ja, dat is toch de bult af. Kom op, ik kom wel thuis. Ik kan dat wel handelen. Dus ik stond er in de pauze. Een beetje in de rondte te kijken. Van, wat voor shit heb je. Nou, dat Engels mag je gewoon zeggen. Wat voor spullen heb je hier allemaal? Dus ik zat in de rondte te kijken en ik heb gewerkt in de theaterwereld. Niet echt super professioneel, maar wel iets meer dan amateuristisch. Ik heb er gewoon geld voor betaald gekregen.
Dus ik weet waar de lampen op moet hangen. En waar de hoeken zitten. En ik keek naar het plafond. Ja, dat was echt wel kunstig. Ja, ik zag het helemaal. En een oude man die komt bij me staan. En die zegt, wat vind je ervan? En ik zit in de rondte te kijken. Van, nou, dat moet er goed uitzien. Want we stonden op een plek. En recht boven ons hadden ze een ledlamp. Gewoon een gerichte straallamp. Die wees dus naar een plek vlakbij ons. Ik zei, dat is mooi gemonteerd. Ja, zei hij. Ja, die zetten we aan, want als we gaan beginnen, dan gaat het licht uit. En dan gaan de lampen flikkeren. Dat is een soort, je kan ook in de discotheken heb je dan een spiegelbal. Of zo, een spiegelbol. Zielig, man. Het is gewoon zielig. En toen zei ik ook nog van, hé, maar jullie hebben wel de Bijbel. Toen zei hij, nee, wij hebben hier geen Bijbel. Ik zei, oh nee. Maar volgens mij ligt daar een Bijbel. Nee, Eddie, daar ligt geen Bijbel. Nou, die man die was 20 jaar ouder dan ik. Ik had hem ook gewoon bij zijn lurven kunnen grijpen. Dat doe ik niet hoor. Mijn moeder deed dat altijd bij mij. Die greep mij bij mijn lurven. En had ze ook van die lange nagels. Het niet echt lekker. Ik heb dat niet gedaan. Ik vroeg wel om wat duidelijkheid. En toen legde hij mij uit. Daar lag alleen maar Johannes 1 vers 1. Nou, die ken ik toevallig uit mijn hoofd. In het begin was het woord. Blablabla. In het Duits klinkt het beter, vind ik. Kijk maar naar mijn uitzending over de apocalyps. Die geweldige tekenaar. Die kunstlaar uit Duitsland. Maar het was alleen maar dat. Oké, dacht ik, nou, dat is best. Nou, en toen was het handtekeningetje zetten. Hadden ze allemaal formuliertjes. En dan moest je dan je e-mailadres en je, nou, weet ik wat, je credentials, hè, je credentialien. Dat wat nodig is om jou te kunnen terugvinden, moest je op een formulier schrijven. Handtekening eronder. En dan was je proeflid. Dus ik zat naar dat formulier te kijken. En toen vroeg ik aan die vriendelijke vent die mij volgegoten had met jenever. Dus enigszins beschonken mag je dan aannemen. Vroeg ik aan hem van, dat is mooi. Dit is inschrijven. Hoe ziet het uitschrijfformulier eruit? Want ja, als ik mij wil kunnen aanmelden, wil ik me ook kunnen afmelden. Als we op vakantie gaan, dan neem je toch ook een annuleringsverzekering als je niet zeker weet of tante Jo de zomer wel haalt. Tante Jo komt te overlijden, dan gaan we niet naar Spanje. Inschrijven, uitschrijven. Nou, dat kon dus niet. Je kan je niet uitschrijven bij de vrijmetselarij. Dat schijnt niet te kunnen. En die vent die werd boos, jongen. En die, oh, nu hoef je ook geen, als je zo begint, nou laat me zitten. En toen later, een paar weken later, dacht ik van, ach. Dat heb ik over mijn hart gestreken. En toen heb ik ze een e-mail gestuurd. Van, sorry, mag ik alsnog lid worden? Nou, heb ik niks meer op gehoord. Ja, dat kan twee oorzaken hebben. De eerste oorzaak is dat de ICT-afdeling van de vrijmetselarij gewoon weg niet werkt. Nou, en dan wil ik met die mensen al helemaal niks te maken hebben. Als je die primaire voorzieningen van je e-mail, als je dat al niet kan afhandelen. Man. Afstammeling van Vladimir Poetin. Dat is één reden voor mij om te denken van, nou, mooi zo. Als je e-mail niet eens werkt, laat maar zitten. Stelletje amateurs. Je moest eens weten hoe. Kijk, ik ga zo dadelijk even renderen. Echt renten, weet je wel. Want dat was echt zo stom.
En dat mag je gewoon doen over deze domme kabouters. Met hun stomme kleine gebouwtjes. En een wit-zwarte vloertje met een lila lampje in het plafondje. En dan doen ze allemaal, de ene doet dan een paarse jurk aan en die andere doet een rode jurk aan. En wat herhalen ze dan? Allerlei onzin. Gewoon naar verhalen van vroeger. Van, het is net zoiets van, toen ik klein was, gingen we kooibootje spelen. En dan kochten we, en moest je echt van je zakgeld betalen, had iedereen zijn eigen klapperpistool. En je moest wel voldoende klappers hebben. En dan was het gewoon knallen op elkaar. En ik had ook een indianenpak in die tijd. Had ik gewoon gekregen. Ik heb zelfs een Batman pak gehad. En dan deed ik gewoon mijn Batman pak aan. En dan waren mijn vriendjes, die waren gewoon scared as hell van mij. Als ik aankwam met mijn klappertjespistool. Maar toen was ik 8. Daarna ben ik echt gaan knokken met mijn vuisten. En ik heb 8 van de 10 heb ik gewoon tegen de grond aangemapt. Omdat ze mij onderschatten met dubbel T. Dat was in ieder geval kinderachtig. Maar dit ook. Dit is gewoon kinderachtig. Gewoon een veilig gevoel kweken uit niets. Uit wat? Er schijnt dan een 32e graad te zijn van de vrijmetselarij. En dan ben je er bijna, of zo. En heb je een 33e graad en dan ben je er helemaal. Maar waar ben je dan? Wat is dan die effing waarheid? Ik ben die boelkrep gewoon beu. Zeg het me gewoon. Die boekenkast die daar in het publieke gedeelte stond, die sloeg nergens op. Dat is allemaal onzin. Er is zo'n boek van. Dat moet een. Elke man van tegen de 30 moet dat boek schrijven. En de titel luidt. Mijn eerste zaadlozing. Schrijf daar maar een boek over. En ga ik dat lezen? Nee, waar denk je dat mijn anus woont? Stelletje kleuters. En dat ze dan een open dag houden, ja, ik vind het best. Wij christenen deden dat niet. Wij hadden elke dag open dag. De vroege christenen hingen geen posters op. Ze keken wel linkeruit. Ze pasten gewoon op. Er is een mooi nummer van Beckman Turner Overdrive. Looking out for number one. And it's me, I'm looking out for number. Toedie, 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 toedie. Moet je wel gitaar voor kunnen spelen. Daar gaat het om. Het gaat om Jezus. En niemand komt tot de Vader dan door Jezus. En die vrijmetselaars, ik heb daar filmpjes van gezien, ik heb anekdotes gehoord. Zij kunnen daar tijdens die ritualen, behalve dan dat die lila lampjes vanuit het plafond netjes omlaag schijnen in de correcte hoek. En dat je helemaal gek wordt van de stralen. En dat je denkt van, oh mijn God, waar is mijn jenever die aan het begin was beloofd? Toen ik nog Perry Winkel heette. En het werkt. Dat is het punt. Er gebeuren in die tempels, werkplaatsen noemen ze dat, daar gebeuren rare dingen. Daar gaan echt bliksemstralen knallen. Dat heb ik meerdere vrijmetselaars horen vertellen. En ze beschreven ongeveer zo'n beetje alle, ik heb het van 2 gehoord, hetzelfde. Nou, er zijn 2 verklaringen voor. De ene verklaring is dat er dus een geheim genootschap is binnen de vrijmetselarij.
Ja, laat ik het zo zeggen. Mijn vader met Sinterklaas, die strooide pepernoten. En wij konden dat niet zien. Hij had gewoon een zakje pepernoten, had hij gewoon achter zijn rechterbil. En hij zat gewoon naar de tv te kijken in afwachting van Zwarte Piet. En dan af en toe dan zit er... En dan vlogen de pepernoten in de rond. En zei mijn vader zo van... Hé, is hier Zwarte Piet? En wij waren... Ja, ik en mijn zusje, wij waren stom verbaasd. Dat kan. Ja, dat ze binnen de vrijmetselarij, dus behalve die exoterische lampjes... Die je gewoon kan zien hangen als je daar binnenkomt als Perry Franciscus Martinez Winkel. En ik kan gewoon die lampjes zien hangen. Ja, dat zijn de exoterische lampjes. En dat ze daarnaast nog esoterische apparaten hebben. Die rare bliksemstralen van lila maken. Lila kleurig, daar ging het om. Lila. Kan. De andere kant is dat het ook kan dat het ze gewoon gelukt is. Dat het gewoon echt lukt. En waarom zou je dat doen? Er is een mooi verhaal in het Oude Testament over koning Salomo. Die ook zijn toevlucht zocht uiteindelijk. Tot dat... Rijk. Het rijk van de spoken, geesten. Want ik ben erbij geweest. Hè. Ik ben bij een Ouija board sessie geweest. Echt. Zelf. Het was in mijn kamer zelfs. Ik deed niet mee. Want het mag van Jezus niet. Je mag het wel doen natuurlijk. Tuurlijk mag je het doen. Is het verstandig? Mwah. Als je wil weten hoe het is, kan je beter een potje schaak gaan spelen. Dat is tenminste overzichtelijk. Maar een Ouija board die geeft jou antwoorden. Dan sla je stijl van achterover. En een hartaanval. Ja. Op termijn. Misschien. Niet gelijk, maar op termijn. Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En de mensen denken dan van, nou wat een dictator is Jezus zich, ik mag niet eens naar de Vader, dan door hem. Precies. Heb je dat goed begrepen? Kijk, ik heb de... Het fenomeen. Ik heb het fenomeen wat Jezus mijn vader noemt. Dat heb ik gedacht toen op dat moment te zien. En dat was niet door Jezus. Dat was gewoon via de achterdeur omhoog. Hoe noem je dat? En ik kon er niks aan doen. Ik was alleen maar op zoek naar werk. Ja, het is mooi te verwoorden om te zeggen van... Het was net alsof ik toen werkte voor Apple. En Steve Jobs die zat boven in het gebouw. En ik werkte in het magazijn. En ik had een bonnetje en dat moest getekend worden. En ik heb gewoon op het verkeerde knopje van de lift gedrukt. En ik ging de juiste kamer in. Maar dat was de verkeerde kamer, want daar zat Steve Jobs. En ik deed die deur open en ik zie hem zitten. En toen dacht ik nog, oh, nou, dit is misschien wel toevallig. Toeval zeg, nou wat ik jou hier zie. En Steve Jobs die zei tegen mij van, kijk, ik heb hier een phone. Ik bel de veiligheidsdienst en jij kan fluiten naar je baan in dat magazijn als je mij nog 1 seconde lastig valt. Nou, die boodschap is bij mij aangekomen. En daarom kan ik jullie ook zeggen dat je dat via Jezus moet doen.
Want anders ga je deze weg. En je gaat dood, jongen. Echt, je gaat dood. Je sterft voor je eigen ogen. Knarsetandend. Kijk, dit is idolaterie. Vrijmetselarij is idolaterie. De verering van vormen. Je ziet het ook in een moskee, overigens. Een moskee is, zeg maar, vrij van beeld. Maar daarmee ook helemaal ingekleurd met getalsmatige... Ja, je wordt er helemaal crazy van als je daar naar binnen komt. Een beetje mooie moskee. En die vrijmetselarij, lui, die doen dat ook. Dat is een beetje materiële dingen manifesteren en dan beweren dat je God zelf bent. Dat is hele gevaarlijke business. In het boek van Job, in het Oude Testament, daarin wordt melding gemaakt van een fenomeen. En dat is een gevallen engel. Een eenoogige engel. En die heet de duivel. En die is er. Die regeert ons momenteel. En dit is maar een loge. Er zijn hier in Arnhem iets van 5 of 6 of 7 van dit soort loges. Van dit soort kleuters. Die een beetje beelden lopen vereren. Als een beeld van Baphomet. Man! Heb je er ooit naar gekeken? Naar het beeld van Baphomet? Is dat de reden dat mannen obese mogen worden en tieten mogen kweken? Want heel veel mannen hebben van die tieten, hè, tegenwoordig. Maar geen ballen meer. En hoe denk je dat dat komt? Erg. Kijk, de boodschap van de Heer, die zijn enig geboren zoon heeft gestuurd. Dat is dat je je naaste moet liefhebben en je vijanden. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Het oordelen is onderscheid maken. Das heißt auf Deutsch, das Urteil. Het oordeel moet. Want je moet oordelen of je je naaste aan het liefhebben bent op moment X te plaats Y. Of dat je je vijand aan het liefhebben bent op plaats T te V. Ik zeg maar wat. Hè. Een of andere, ja, een tijdstip en een locatie. Want dat is jouw daar zijn. En jij moet wakker zijn. Je moet alles in de gaten hebben. En jij moet beseffen dat jij, net als Jezus, aan het kruis hangt. Gewoon dagelijks. En je kan geen kant op. Je zit gewoon vastgespijkerd met je handen en je voeten. Wat je wel mag, is je mag spreken. Je mag jezelf eraan geven. Dat is toegestaan. En daarom is Christus de enig geboren zoon van God. In die tijd. En hij komt terug. Ja. Dat is beloofd. Jezus heeft gezegd. Als ik doodga, dan stuur ik de trooster. En de rest, dat hoor je wel. Nou,
En wat was de rest? De rest is dat eerst de antichrist moet komen en dan komt Jezus terug. En dat laatste is logisch. Dat is misschien wel het grootste probleem met het christendom, dat het ontzettend logisch is. Laat het maar even op je inzinken. Met het christendom is enorm veel geld verdiend. En deze vrijmetselarij, dat is gewoon een, dat heet controlled opposition. Ze hebben die jongen gewoon, dat is allemaal idioterie. Het is van de ruk, de Romeins universele kerk, de ruk. Onderafdeling van de ruk. Dat is alles. En met Jezus hebben ze echt, ze hebben een partij money gemaakt. Dat kan je niet eens. Dat kan jij je niet voorstellen. Je moest eens weten hoe rijk de ruk is. En die doen alles. Die doen alles met ons. Oh, is trouwens wel grappig. Eens kijken, hier is het Bekdal Lyceum. Daar heeft mijn dochter. Dat heeft mijn dochter overleefd. Maar mijn dochter is ook echt eentje die. Die heeft gewoon benen, jongen. Door Marianne Waanstra, die had echt hele goede benen. Maar mijn dochter, die heeft ook. Ik vind de benen van mijn dochter. Kijk, die benen van Marianne Waanstra, om het maar even serieus te houden, hè? Want Marianne Waanstra was een Nederlander, wist je nog? Ja? Gewoon één van ons? Ja. Of zal ik weer beginnen over die 200 doden bij de MH17? Vind je dat leuker? Maar Marianne Waanstra, die had van die... Die had heel veel... Ja, dat kan alleen maar door het fietsen komen, denk ik. Die heeft meer gefietst dan mijn dochter. En die benen van mijn dochter, die hebben zo... Ja, ik vind ze iets mooier. Maar naar de benen van mijn dochter kijk ik niet. Ik kan het alleen maar zien vanuit mijn ooghoeken. Ik denk van, wauw zeg, dat worden goede benen. Maar dat komt dus van het fietsen. Dat is gewoon, want zij moesten ze hier naartoe fietsen. Dat is dus vlakbij die Freemason eikels. En zij moesten ze vanuit daar, ik ben hier ook geweest. Zal ik het ook nog vertellen? Dat doe ik ook, het is echt best wel leuk. Freemason eikels hier. Maar zij moesten ze helemaal zo hier, dit is een ontzettend stijl stuk. En dan is het woop, allemaal omlaag en woop. En dan moet je dus hier door het station heen, heb je hier de Steenstraat oversteken. En dan hier was het thuis. Ja, hier was het thuis. En dan 's morgens moet je de bult op. Ja. Ach, nou ik toch bezig ben. Laten we het hier even over hebben. Anders maak je gewoon twee uitzendingen van. Nee, het zijn allemaal Freemasons, het maakt allemaal niet uit. Dus volgens mij is dat hier dus ergens dat vrijmetselaarsgebouw. Kijk, want hier loopt geen straat, zie je dat? Even kijken, want dat... Nee, dat kan ook niet. De blauwe lijntje slaat nergens op. Nee, het zit gewoon... Hier loopt nog een weggetje. Hier zit het ding. En dat is gericht op het oosten. En daar zat mijn dochter dus op school. En dit is een schaal. 100 meter is zo'n stukje. Door, dat kunnen jullie denk ik niet zien. Maar iets van... 2,5 centimeter. En 2,5 centimeter is 100 meter. Dus nou, dus 1, 2, 3,
600, 700 meter. Dat is echt niet ver. Dit is een kutinstelling. Je kan je beter nog je kind hier tijdens een rituaaltje iets laten leren dan daar. En ik ben ervaringsdeskundige. Ik ben niet boos op die medewerkers van dit gebeuren. Heer, vergeef het hun. Zij weten niet wat ze doen. Wist je nog dat ik christelijk was? Wat slecht. En er geldt geen vergeving, dat is het grootste wonder. Dat weet iedereen, mag ik hopen. Sommige dingen niet, hè. Onwetendheid bijvoorbeeld. Hoe moet je onwetendheid vergeven? Ik heb dat niet gewoest. Hoe moet je dat vergeven? Mijn dochter is op het Beekdal Lyceum in de klas gezet met een meisje van haar leeftijd. En dat was een halfbloed, of haar moeder was een halfbloed, het was een kwart blanke, weet ik veel. En die was brutaal, jongen. Die schold iedereen uit. Mijn dochter die kwam totaal verbaasd thuis en die zei tegen mij, pap. Zij noemde de lerares fucking bitch. En de grap is dat mijn dochter, die ken Engels. Die ken ook dialecten van Engels. Die kan ook Amerikaans. Die weet ook het verschil tussen Engels en Amerikaans. Zij kan British. Fucking bitch. Tegen de lerares. En dat gebeurt op het Beekdal Lyceum in het kader van weer samen naar school. En mijn dochter die moet in de klas zitten met zo'n bitch. Zij is de fucking bitch. Zij noemt de lerares een fucking bitch. Dus zij is de fucking bitch. Dus mijn dochter wordt in de klas gezet met een fucking bitch. Een geile teef. Zo begon het. En toen kreeg ze wiskunde. Nou, ik kan je vertellen. Ik heb gejankt bij horrorfilms. Er zijn bepaalde horrorfilms en die zetten mij tot huilen. Maar ik heb ook gejankt bij wat er allemaal geflikt is met mijn dochter. Ze heeft het overleefd. Mijn dochter die ken ook, met de nadruk op ken, K-E-N. Mijn dochter die ken ook Duits. Was mich nicht umbringt, start mich. Dat heeft mijn dochter geleerd. Dus dankjewel, Beekdal Lyceum. Dat was niet echt de bedoeling die ik had. Maar goed, je moet het ermee doen. Hè? De Heere is een strooier, een zaaier. Overal respect voor hem. Nou, dat meisje die dus de lerares een geile, neukende teef noemde. Haar moeder, die heb ik dus ook nog gezien. Die zag er heel proper uit, overigens. Die was echt correct aangekleed. Voor het evenement. Er was een evenement namelijk. Oh, dit wordt erg, jongen. Oh, wat wordt het erg. Mijn dochter was toen 11.
Ik hoop echt dat jullie dit... Dit moet wel van mijn hart, snap je? Het is mijn kind aangedaan. Namelijk. En het is wel mijn kind. En het is niet het kind van het Bigdal Lyceum. Het is niet hully kind. Het is mijn kind. En dan moet je... Ja, dan moet je... Ik word er gewoon laaiend van. Viespeuken. Op 600 meter afstand van die vrijmetselarij-tempel. Bah! Ze kan je meer leren over hoe dat gaat. Nou, dus het eerste was met dat meisje. Haar voornaam hoef ik niet te noemen en weet ik wel. En haar moeder zag er heel verzorgd uit. Haar vader was pleiter en dat meisje was dolgedraaid. En die moest gewoon een draai om haar oren krijgen. Meer niet. Geruststelling. Dat moest dat meisje krijgen. Dat hoorde helemaal niet thuis op het Bigdal Lyceum. Om nog maar te zwijgen over dat. Dat komt zo dadelijk allemaal nog. Dat meisje hoorde daar niet. Je kan niet zo'n kindje wat helemaal de weg kwijt is. Want papa is pleiter en mama is good looking. Ja, en het huis is een puinhoop. Zullen we wedden? En hoe laat is het avondeten eigenlijk? Of is mama weer bezig op de iPhone? Zo. Ik ben geen Adolf Hitler fan. Dat mag je inmiddels weten. Maar in die tijd golden er 3 regels voor je kinderen. Rust, regelmaat en reinheid. Daar heb je je aan te houden en dat vul je maar in. Nou, kinderen die dat niet krijgen, die gaan los, die gaan wild. Die worden gek. Heb je ooit gehoord dat over autisme, hè? Dat het bij een autist zo belangrijk is dat je van tevoren zegt wat er gaat gebeuren. Nou, weet je wat? Ik vind het ook fijn dat ik van tevoren krijg te horen wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld mijn internet is nou down. Dat had ik graag van tevoren gehoord. Ben ik dan een autist? Nee. Je moet met kinderen respectvol omgaan. En het Bigdal Lyceum, dat is een soort Auschwitz van Arnhem. En dat bedoel ik echt zo vrolijk mogelijk. Want wist je dat er in Auschwitz, dat niet iedere SS'er de even grote klootzak was? Wist je dat? Er waren in Auschwitz, waren er SS'ers. En die, daar kon je gewoon, ja, die snapten het wel. Die wisten... Oké, we zitten allebei in Auschwitz. Jij doet dit en ik doe dat. Teamworkers, dat is gebeurd. Solzhenitsyn schrijft daar ook over. Ik ga geen bewijzen op, maar hij heeft erover geschreven. Dat is de menselijkheid. En in het Bigdal Lyceum heb ik dus bij de diploma-uitreiking, die schandalig lang duurde, heb ik dus uiteindelijk kennis gemaakt met 2 magazijnmedewerkers, conciërges. En dat waren toffe lui. Wat een bullcrap wordt daar verteld. Verschrikkelijk. Om maar lekker door te denderen, want de vaart moet erin gehouden worden. De moeder van mijn dochter, die doet altijd meekijken bij het huiswerk. Dan zit ze de hele tijd mijn kind, het is gewoon mijn kind namelijk, gewoon op de kop te hameren van heb je wel dit en heb je wel dat, en dan gaat ze over horen. Daar ben ik pertinent op tegen. Oké. Het gaat er mij om dat mijn dochter leert dat dat wat op haar bord ligt, dat vreet zij op. En
Je kan natuurlijk ziek zijn, dat je denkt van, oh, ik had eerst honger, maar ik heb eigenlijk koorts en ik moet nu slapen, anders ga ik braken. Ja, in dat soort gevallen hoef je bord niet op te eten. Ja, dat is fout en correct Nederlands. Maar in principe, dat wat jouw shit is, is jouw shit. En zo geef je je kind zelfvertrouwen. Snap je? En als mijn dochter thuis kwam voor de zoveelste keer met een onvoldoende, dan zei ik alleen maar, wat is dat? Dat is kut. Wil je dan, om het goed te maken, dan had ik een tosti klaar of zo. Met een lekkere ketchup, man. Van de Heinz. En zo ga je met je kinderen om. En ze hebben haar vernederd, joh. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik heb er 3, minimaal. Die diploma-uitreiking was schandalig voor de ouders. Alsof het een marathon-zitwedstrijd was. Het was gewoon 1600 uur lang met je billen op een vervelend stoeltje zitten, luisteren naar informatie waar je echt geen pindakaas van kan bakken. Het gemor onder het publiek, jongen. En we zaten te lachen. Ik zat in de goede hoek. Op een of andere manier. Ik weet ook niet hoe het mij gelukt is. Ik was er niet echt op tijd. En ik had echt een glaasje wijn op. Dat moest ook wel. En ik belandde rechts voorin. En mijn dochter die zat dus met het Saturnus hoedje op haar hoofd. Dat dacht ik echt, oh nee God, mag ik dood? Mijn dochter met een Saturnus hoedje op haar hoofd. Zo'n, dat heet een kaba. Kijk maar bij die, laat ik zo zeggen, het rare deel van de Mohammedanen. Net van afgeslikt. Ja. Wat hebben die? Een zwarte kubus. En wat had mijn dochter op de kop? Een zwart vlakje. Met eronder dan een bolletje dat die goed past. Bah! Niet om aan te zien. En gelukkig zat ik dus een paar mensen om mij heen. En die zaten ook lekker te morren. En geintjes te maken dan natuurlijk. Niet echt, kom op. Hè. Je bent er toch voor je kind. Dus, maar wel grapjes maken. Hè. We hebben wel gelachen daar. Man. En dat duurde lang, jongen. En op een gegeven moment dacht ik echt van, kijk, ik heb geen nicotineverslaving. Dat is gewoon helemaal niet waar. Ik kan per onmiddellijk gewoon kap. Dat heb ik heel vaak gedaan. En daarna zit je dan niet nicotine naar binnen halend naar de wereld te kijken. Denk je, en dan denk je, ja waarom rook ik eigenlijk niet? En dan begin ik altijd weer. Want jullie geven mij geen reden om te stoppen met roken. Ja. Als jullie mij een reden geven om te stoppen met roken of te stoppen met wat dan ook, dan stop ik er gelijk mee. Maar geef mij een reden en wees redelijk. Redelijk. Denk na over je reden. En dan krijgen we een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Maar dat komt nog. Oei, wat wordt dit een lange uitzending, zeg. Ik denk dat jullie nu even op de pauzeknop moeten gaan drukken. Want ik maak hier 1 lange opname van. En ik zou zeggen, rooibos thee. Of, wat heb je nog meer? Ik heb gisteren lekker eten gemaakt voor mijn kind. Oh. Wat zaten die kinderen te smullen? Goed, ze had dus dat akkefietje gehad die haar met dat kind, dat is later van school afgehaald, van weer samen naar school en weer samen van school. Ze schoppen dat kind gewoon iedere hoek van de kamer in, want dan wordt dat lekker gehard. Dan krijgt het tenminste eelt op de ziel.
Wat moet er van een meisje terechtgekomen zijn? Die haar lerares een neukende teef noemde. Ik weet het niet. Maar van het Big Doll Lyceum is dat meisje, ondanks de weer samen naar school wetenschappelijke methode op 600 meter afstand van die vrijmetselarij-tempelarij. Er is er geen jota mee opgeschoten. Dat kan ik je wel vertellen. En mijn dochter was er helemaal te pleuris geschrokken. Die zag gewoon wit om haar neus. Leuk is dat. Ja, naar zo'n instantie wil ik mijn dochter iedere dag naartoe sturen. Natuurlijk. En kan het dan erger? Ja hoor. Ja nee, het Big Doll Lyceum is onbeperkt in ergheid. Het was in het voorjaar een sportdag. Nou, sporten. Mijn dochter die ziet er prima uit. Die komt alleen maar naar school om iets te leren. Ja, ze moet al fucking. Ik zeg nu fucking met opzet. Ze moet al fucking meer dan 2 kilometer tegen de bult op om überhaupt bij het kutgebouw te komen. En kutgebouw, dat spel je K-U-D-T. G-E-B-O-U-W. En dan moet ze ook nog sporten. Vanaf de derde klas heb ik haar dus geleerd van lieve kind. Het is wel de bedoeling dat jij op je 2 voeten staat. En dat jij doet wat jij wil. En als jij niet wil sporten, ik wilde destijds ook niet sporten. Ik hou niet van gymles. Ik wil best wel hardlopen, fietsen. Ik kan alles. Ga een dagje meehelpen op de bouw. Ben je 's avonds ook uitgeput. Maar heb je wel wat gedaan. Een beetje rondjes hollen op een stukje grind. Balletjes stuiteren met die stinkende gymschoenen. Die andere stinkende gymschoenen dan natuurlijk. Gymles, dat is een van de eerste lessen. De eerste les die je moet leren is dat je gymles ontduikt. Maar goed, die kinderen die worden dus ontzettend in de gaten gehouden. Als je bij wiskunde niet aanwezig bent, wat maakt het ze uit? Want daar gaan we het zo dadelijk over hebben. En dan word ik echt boos. Dus pas maar op. Als jij bij het Big Doll Lyceum werkt, jongen, en je hoort mijn stem, dan ga je nu diarree krijgen. Of zo dadelijk. Pah! Er was een sportdag. Dat was een maandag. Mijn dochter zou aan het einde van de dag bij mij zijn. Eten, lesjes doen, beetje praten, slapen en de volgende dag weer naar school. Nou, dat kan dus niet bij het Big Doll Lyceum van Arnhem. Want weet je wat ze daar doen tijdens een sportdag? Dat wist je? Nee, ik zal het je nu even verklappen. Het is mij kwalijk genomen toen ik dit vertelde, hè? Toen ik hier boos over werd. Want die hoor je niet over te klagen. Maar mijn dochter die was dus zwaar verkouden. En ik kon dinsdag niet naar school vanwege de sportdag. En nu mag jij deze puzzel oplossen. Hoe heeft het Big Doll Lyceum van Arnhem het voor elkaar gekregen dat mijn dochter maandag op sportdag was? En dinsdag niet naar school kon wegens verhoging die ik kon voelen. Want ik heb geen thermometer nodig om te weten wanneer mijn kind koorts heeft. Denk na. Hoe heeft dat geniale lyceum van het Beekdal van Arnhem op 600 meter afstand, 800 meter, wat maakt het me uit? Minder dan 1 kilometer afstand van die Freemasons. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Nou, ze hadden een glijbaan gemaakt.
Dat, het was een soort van sportdag. Dus iedereen moest hollen. Iedereen moest domme dingen doen. Over hekjes springen. Hinkstapsprong. Weet ik veel wat. Gewoon laat ze maar idiote dingen doen. Dat maakt niet uit. Van links naar rechts hollen. En van rechts naar links hollen. En een stokje open. Dat maakt niet uit. Laat die kinderen maar wat stoms doen. Hè? Als ze maar hollen. Ja, mijn dochter die fietst dus gewoon 6 kilometer per dag. Plus, dan gaat ze nog naar de vriendinnen toe in Westervoort. En Westervoort ligt echt, dat is weer 8 kilometer of zo. En die moet gimmen. Haar benen die zien eruit, man. Ze zeggen dat Albert Einstein mooie benen had. Dat die mooier waren dan die van Marilyn Monroe. Of was het nou andersom? Maar die benen van mijn dochter, die lijken gewoon op de benen van Marianne Vaatstra. Of een stevige poten. Mijn dochter, die kan ook gewoon drummen. Mijn dochter, je mag het nu wel. Ja, zij vond het erg plezierig dat ik haar dus onvoorwaardelijke steun verleende bij elke spijbel voor gymles, wat dan ook. Ik heb ook gewoon tegen haar gezegd van, kind, was dat toen een beugel? Als je nou zo verstandig bent om de afspraak te maken met de orthodontist op het moment dat je gymles hebt. En niet als je wiskunde hebt. En zij naar mij zo knikken van, oh, wat een goed idee. Ja, precies. Ja? Jezus heeft gezegd, mijn juk is licht. En zo heeft ze gewoon, en ik heb ook gewoon fake briefjes gemaakt. Kwam ze gewoon naar me toe, zei ze, pa, zit in de troubles. Want de moeder, dat is ook zo leuk, hè. De moeder, die heeft het gewoon meerdere keren geflikt als mijn dochter echt ziek was. Had ze gewoon vergeten om die stomme kutcomputer te bellen. En ik heb er ook geen zin in. Ik doe het wel. Ik heb die dinsdagochtend die kutcomputer gebeld. Maar dat doet haar moeder regelmatig niet. En dan heeft mijn dochter gewoon mucho anos euros. Hoe heet het op zijn Spaans? Moest ze gewoon daar over blijven. Leuk. En het wordt nog erger. Want ik ben nog niet klaar. Mijn dochter zat daar in het tweede jaar en zei, pap, ik heb wiskunde tentamen. Dinges. Ze hebben er ook 33.000 verschillende woorden voor. Ze gaan niet gewoon eventjes. Ik heb onderwijs gehad. Dan had ze weer een SO of een HS of een. En ik iedere keer vragen, maar hoe tellen die dingen dan? Ja, zei ze, deze telt voor 3. En die andere telt maar voor 1. Want dat is een. Dat is verschrikkelijk. Waarom zou je kind naar het Beekdal Lyceum sturen om hard te worden als ze niet zo'n pikkel is als die dochter van mij? Kijk, mijn dochter heeft dit overleefd. En haar vriend ook. Maar die kunnen er tegen. Maar waarom ga je ervan uit dat jouw kind zo'n bikkel is? Ze kunnen je ook je kind gewoon kapot maken. Want dit is geen onderwijs. Dus mijn dochter die zegt, ik heb wiskunde tentamen. En dat telde heel zwaar. Zeg, nou, en ze was bezorgd. Ik zei, waar gaat het dan over? En toen ben ik dus geestesmatig echt gevallen. Weet je wat het was? Staartdelingen. Staartdelingen. Gewoon 1000 gedeeld door 14. Hoeveel is dat? 1000 gedeeld door 13? Hoeveel is dat? 1000 gedeeld door 12? Hoeveel is dat? Dat was het tentamen. Dat heette wiskunde. Nou, dat is mooi. Dat vind ik geweldig. Is dat wiskunde? Nee, dat noemden wij rekenen.
Gewoon rekenen. En dat rekenen, dat leren ze niet meer op het primaire onderwijs. Dat had ik al eerder meegemaakt. Want ik heb mijn dochters de tafels van 1 tot en met 10 laten stampen. Huppelen deden we dan. Ik ging met haar huppelend naar school. Tum, patum, patum, patum. En zij moest de tafel opdreunen. En dan niet alleen van voren naar achter. Nee, ben jij gek. Ook van achter naar voren. That is life. Dan leer je je kind rekenen. Dat werd op het primair onderwijs niet gegeven aan mijn kind. Ze heeft daar een heel erg leuke sociale tijd gehad. Mijn kind is mijn engeltje. Dat is noodzakelijk, want ik ben haar biologische verantwoordelijke. Op haar moeder kan ik niet rekenen. Ook een hele leuke tussendoor. Ik moest aanwezig zijn op een vergadering. Net als de moeder van mijn kind. En er stond er een of andere klojo. En die bleek later alleen maar te werken voor een theaterbureau of zo. Wel een goed uitziende vrouw, dat wel. En met een positief gevoel, dat wel. Daar had ik verder geen moeite mee. Ik heb haar later ook nog een keer gesproken. En er gewoon een vriendelijk gedag gezegd. En zij had dus het geniale idee om alle ouders te laten zeggen hoe de voor- en achternaam was. En van welk kind ze dan de ouder waren en welke rol. Dus ik ben Jan Pieterszoon, vader van Hendrik Laboerij of zo. Ja, zoiets. Dat iedereen wist hoe de familierelaties in elkaar zaten. En dat dan een beetje rap. Want we zitten hier allemaal op onze dinsdagavond. En morgenochtend om 8:30 moeten we weer echt klaarstaan voor de file. Dus laten we even stilstaan bij elkanders naam. Ja, de moeder van mijn kind, die zat toen... Ja, die zat vrij vooraan. Ik ging dus niet samen met haar, dat was in die tijd al. En ik zocht een plekje helemaal bovenin. En die gymlerares, of die toneeladviseur of zo. Weet zo iemand, een toneelassistent of zoiets. De gangmaker. En de gangmaker, die had best een lekker kontje hoor. Dat zag ik wel. Was ook een stuk jonger dan ik. Dus ja, heb je geen seksuele aantrekkelijkheid. Dus dan kan je gewoon zien dat iemand een lekker kontje heeft. Dat interesseert je verder niks. En toen begonnen ze dus. En de moeder van mijn kind, die zat dus met de GVD, dat mag je best zeggen, dat is een soort politieke partij. Met de buurvrouw, die had dus een andere vrouw. Die zat samen met de buurvrouw gewoon gezellig. En die zat vooraan. En iedereen moest dus zijn voornaam, zijn achternaam zeggen en de naam van zijn kind en de relatie tot dat kind. Dus iedereen begon zo, nou, het duurde, jongen. Mensen zaten te stotteren. Ik heet Henke van den Berg. Ik ben de vader van... Het duurde. En ik zat dus bovenin. En er was uiteindelijk de buurman rechts van mij, die marteling... Die zou nog maar 4 personen duren. Want als een slang ging die toneelspeler, die gangmaker, die ging alles af. En ik zat aan het einde van de slang. Dus ik dacht, oké, ik flap het eruit. Ik zeg het gewoon ook en dan zo snel mogelijk door. Ik wil het gewoon snel zeggen. Hè? En toen zei ik, ben Perry Winkel, ik ben de moeder van Nina Winkel.
En ik zat naar mijn linkerbuurman te kijken van, oké, jongen, nou jij, en dan nog drie erachteraan, en dan hop, en dan kom ik hier voor info, of wat. Leuk was dat, en echt iedereen moest lachen, en mensen keken me allemaal aan. En dus, ik zat zo te kijken van, ja, wat heb ik nou weer fout gezegd? Ja, ik hou er gewoon, ik ben nu ook even de gangmaker. En het is wel waar geweest, dat heeft het Beekdal Lyceum, hadden ze kunnen zien. Dat ik de moeder was van mijn kind. Wat Bafomet, fuck my ass. Maar ik begrijp wel waar dat over gaat. Want ik heb tieten. In die zin, als mijn dochter thuis kwam, dat op het moment dat de voordeursleutel, ik hoor dat, hè. Ik hoor die voordeursleutel beneden in het portiek. Ik weet precies dat zij het is. En op dat moment ligt de tosti al op de tweede kant. En de ketchup is ook klaar. En als mijn dochter binnenkomt, dan krijgt ze gelijk op de tosti. Arme kind, hele dag naar school. Terug naar het sportevenement. Wat ze gedaan hebben, ze hebben dus de hordes kinderen van een glijbaan af laten gaan. En met een brandspuit nat gespoten. Ik denk dat dat valt in de categorie, en we hebben het over het Beekdal Lyceum, hè? In Arnhem. En dat ligt dus op 600 meter afstand van die Freemasons. Of zoiets. Mooi gebied, hoor. Ik denk dat dat onvergeeflijk is. De mensen die hieraan hebben meegewerkt, die hebben een aantal stappen terug te nemen. Ik ben niet wraakzuchtig of zo. Dat past niet bij mij. Tenzij je me tergt, maar mijn dochter heeft dit lyceum overleefd. Ja, die gaat wel. Dat komt wel goed. Maar de instantie, de methodes. Nou, mijn dochter is dus hier, en dat was het sportpark. Ik kijk of ik kan inzoomen. Want waar het precies was, er zit hier ergens een sportpark of zo. Hier ergens, misschien wel daar. Zij schaamde zich zo, hè. Ze was echt zo beteuterd. En ik had zo'n medelijden met haar, hè. En ik heb gewoon gelijk gezegd van, al je natte kleren uit, nu. En ik ben ons gewoon op alles wat ik had, wat warm was. Ja, onder de douche warm worden. Ja, het hielp niet. Ja, dus echt snotteren, jongen. Verhoging. En ze schaamde zich gewoon wat haar was aangedaan op dit fijne Beekdal Lyceum. Hoe durf je mijn kind met een brandspuit nat te spuiten zonder dat zij dat van tevoren weet, laat staan dat ik dat van tevoren weet, want als ik het van tevoren geweten had, had ik je kop eraf gehakt. Ik had een oor ontnomen. Ben je gek geworden? Dat is het Beekdal Lyceum van Arnhem. Toen heb ik daar dus een e-mail over geschreven en een week daarna was er een evaluatiegesprek over het gedrag van mijn dochter op deze fijne instantie die haar nat gespoten had zonder het de ouders, laat staan mijn dochter, van tevoren te vertellen zodat ze droge kleren had kunnen meenemen, zodat ze met droge kleren had kunnen thuisfietsen. Heb je er ooit over gedacht? Kijk, hier ben je nat gespoten, snap je?
Hier is de fietsenstalling. Nou, dan moet je loop. En dan moet je hier ergens... Nee, dan kan je... daar kan je naar buiten, maar hier moet je omhoog, ja? Of je neemt die andere weg, maar dan moet je ook omhoog. En dan moet je hier, moet je omlaag, snap je? Fietsen in je natte kleren. Je onderbroek is nat, alles is nat. Je sokken zijn nat, je hoofd is nat, je haar is nat. Roosendaalse weg. Krijg je de Karthuizenstraat, dan moet je hier door. Heb je hier de Bosweg en dan krijg je hier krijg je die rotonde. En dan kan je gaan kiezen hoe je nou precies uitgaat. Je kan de Raap op zijn weg nemen. Of je haakt door over de Roosendaalse weg. Laten we dat maar doen. Ja, maar je moet nog steeds fietsen. Je hebt nog steeds natte kleren, snap je? En je wordt koud, jongen, want het is februari. En je bent op school geweest en ze hebben jou een lesje geleerd. Ja, ze hebben je vernederd als een of andere Jood in Auschwitz. Ja, en fietsen. Roosendaalse straat. Doorgaan. En heb je hier de poortje. Moet je hier dan doorgaan. Want je moet naar je fucking vader. En ja, dan moet je dus door de... Hoe heeft ze nou naar mij gefietst? Maar echt, ja, misschien is ze door de Mijlwijkstraat gegaan. Dat kan ook. Ja, dat kan ook nog. Want ze moet dus helemaal omlaag. Ze is hier misschien hoe is ze dat gedaan dan? Maar ze moet dus helemaal naar mij, weet je wel? Dan heb je de Goudenpassage, de Beker en de Bovenbeekstraat. En dan moet ze helemaal naar de... Oh ja, hier kan ze dan langs. Misschien heeft ze deze gepakt, de Zwanenstraat. Is ze door de Zwanenstraat gegaan, Kerkstraat. Dan krijg je hier de fijne Karkplein. En dan hier, daar, bij de bushalte. Daar is papa. Ja. Daar woon ik. En wat dacht je? Wat dacht je dat meisje heeft meegemaakt? Mijn kind... ik heb een e-mail gestuurd naar die instantie en gezegd dat ik uitermate verontwaardigd was. En die fijne toneelspeler, die gangmaker, dat ding met dat lekkere kontje, die de kinderen in de gaten houdt, die zei tegen mij, meneer, wilt u voortaan niet meer dat soort brutale e-mails sturen? Nou, mijn antwoord is, als je mijn e-mails te brutaal vindt en dat niet accepteert. Puntje. Want ik pik het niet. Ik pik het gewoon niet. Ik pik niet dat mijn kind nat gespoten is tijdens een sportdag zonder dat dat tevoren tegen mij was verteld. Minimaal tegen mij. Ze hadden ook mij een e-mail moeten sturen van we gaan een hele grote grap uithalen en we gaan blablabla en we gaan kinderen nat spuiten met een brandspuit. En wilt u daaraan meewerken? Lalala. En een uitschrijfformulier misschien. Hè? Die Freemasons, waar zaten ze ook alweer? Dat ik mag kiezen, want het is mijn kind. En het is niet het kind van het Beekdal Lyceum. Wat denken die klootzakken wel niet? Ik ben daar heel erg strikt in. Mijn kind heeft nodig... Nou, inmiddels is ze dus, heeft ze het Beekdal Lyceum overleefd. Dat is mooi. Je moet je zegeningen tellen. Zij kan Duits. Nietzsche was mij niet omringd. Start meer. Mier. Ik hang Duits. Zij kan waarschijnlijk beter Duits dan ik. Terug naar het Beekdal Lyceum. Dit is het park. Hier woonden we dus. Is de Lommerd? Oh, je hebt hier. Ja. Daar woonden we. Echt heel mooi. We pakken even de streetvuur erbij. Kom op. Tel je zegeningen, mensen. Kijk. Als ik iets tegen jullie vertel, laat ik mooie dingen zien. Even kijken. Ja, dit is die bakkerij. En dit is de Prins Hendrikstraat. En dan met je rug sta je nu naar onze woning. Mooi jongen. Oi.
even rond te draaien. En nu heb je dus de... Kijk, oh, mooi licht. En dit zijn dus de, die monumentale woningen. Ja, dat, en dat kind dat blijft er maar op teruggaan. Dit is het huis. Daar woont ze. Daaronder stond haar kinderfietsje. Hier vandaan moest ze altijd. En ze slaapt en dan... want dit is alleen maar de dit is de onder, het onderstukje. Het is alleen maar heel klein. Het lijkt een grote woning, maar het is eigenlijk een kleine woning. Maar een mooie woning. Met het wiskundeprobleem, dat was geen wiskundeprobleem. Ik heb later ook gevraagd op een hele vriendelijke toon aan mijn dochter, wil je mij de stelling van Pythagoras bewijzen? Want heel grappig, ik weet dat die klopt, ik weet dat die klopt. Maar het bewijs ken ik niet uit mijn hoofd, dat vind ik ook niet zo belangrijk. Heeft te maken, je hebt ook de stelling van Fermat. Die vind ik belangrijker. Maar hoe zit de stelling van Pythagoras in elkaar? Nou, het kostte 1 kwartier. En dan kwam ze naar me terug. En dan ging ze naast me zitten. En ik had tegen haar gezegd, je legt hem mij uit alsof ik een jongetje van 8 ben. Nou, en ze had dat helemaal voorbereid. En ze zei van, kijk, daarom is dat. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dat kan niet anders. En dat kan je bewijzen met een tekening. Je kan het ook bewijzen met wiskunde. Dan moet je wat meer apparaten hebben, operatoren. En, maar met een tekening, alleen maar een tekening. Je moet gewoon even tekenen. En als je het tekent, dan zie je dat dat zo is. Dus mijn kind kan wiskunde omdat ik dat haar geleerd heb. En niet het Bigdal Lyceum. Het is jammer. Een gemiste kans. En aan de andere kant, het Bigdal Lyceum zou erop moeten toezien dat alle kinderen 1013 gedeeld door 27 op de hand. 1013 gedeeld door 27. Door. En als je dat moeilijk vindt, dan begin je maar met 1013 gedeeld door 7. Probeer hem maar. En dat is leren rekenen. Dat had je, dat kan je doen met kinderen vanaf dat ze kunnen wisselen. Als kinderen de tanden gaan wisselen, dan moet je het rekenonderwijs klaar hebben. En dan is het gewoon sommetjes maken, sommetjes maken, sommetjes maken, sommetjes maken. En de ene wil dat langer dan de ander. En daar moet je respect voor hebben. Ik heb Dalton onderwijs gevolgd. En omdat ik goed scoorde, moest ik meer sommetjes maken. En dat is het lot van degene die het beste kan. En dat is het goede onderwijs. En het Bigdal Lyceum is dat niet. Want die, ja, die haken in. Dat is verschrikkelijk. Als is het nat gespoten. Ze zat in de klas met iemand die haar lerares een neukende teef noemde. En wat is er nog meer te vertellen? Behalve dat haar biologische moeder, die heeft nog een keer aan de alarmbel geroepen. Dat was ook schandalig. Een vertoning, man. Schrikkelijk. Ik weet hem alweer. Ik ga nu een andere pakken, maar zo dadelijk haken we terug op het begrip seks. En dat schrijf je op zijn Nederlands S-E-K-S. Want seks en Bigdal Lyceum, dat zijn twee handen op één buik.
daar heb ik met mijn neus bovenop gestaan. Dus daar is gewoon, dit is een eerste hands getuigenis. En als ik gelogen heb, dan mag je echt, dan mag je mij verklaren tot de beste frikandel die Emiel Ratelband ooit heeft willen frituren. Maar eerst gaan we iets in de toekomst, dat mijn kind weer eens bij mij kwam klagen van ik ben bezorgd over mijn cijfer en la 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 la. En toen zei ik dus tegen haar, zoals gewoonlijk, ja, zoiets, snap je? Van, dat is jouw probleem. En toen zei ze tegen mij, dat was best leuk, ze had van mij een longboard gekregen. Die wilde ze graag en ze wilde ook echt, daar heeft ze ook de benen voor. En dat wordt dan wel wat. Dus ik zei, en het zij zei tegen mij van ja, nee, ik heb een deal met jou. En dat is dat ik ga op mijn longboard oefenen om rondjes te kunnen rijden. En dan, jij moet mij dan overhoren. Dus je overhoort me niet echt, want je houdt me gewoon aan het longboard trainen. En toen dacht ik, shit the F, you got me. Dus ik gaf haar toestemming, want oké, dit is de deal. Als jij gaat longboarden en ik ga je wel overhoren. Ja, dat begon dus met Duits. Dat ging prima. Dat was echt geen probleem. Dat was echt prima. Had ik niets om aan te merken. Het was ook voor mij ook weer een hernieuwde kennismaking met het Duits. Het is eigenlijk een hartstikke mooi lesboek. Heel handig. En het onderwerp was station, noemen we dat. Het baanhof. En dan heb je dus een machinist en die heet een Führer of zo. Weet ik veel. Maar de aanvoerder, en dan heb je al die andere dingen als... je hebt dus het spoor zoveel en dan rail dinges. En ik weet het ook allemaal niet meer. En mijn dochter die drunde dat allemaal keurig op. En die draaide rondjes op haar longboard. En dan echt alle antwoorden goed, hè. Gewoon echt ook dingen die ik gewoon zelf niet wist. Dat ik dacht van, weet je dat wel? En zij zo, ja, is goed. Volgende. Ja, dan waren we uitgestampt. Ik was gewoon door de pagina. Er waren maar 2 pagina's. Dus waar heb je het over? Er waren 2 pagina's Duits. Dat zat er allemaal in als een gebed in een ouderling. Ik helemaal happy. En zij lekker longboarden in mijn woonkamer. En ik nog op, ook nog gezegd van pas op voor het tapijt. Want straks glij je uit. Maar dat had ze allemaal goed onder controle. En toen kregen we geschiedenis. Nou, toen hadden ze echt... Toen... Het punt is... Als ik eventjes mag stotteren. Het punt bij mij is... Ik ben nieuwsgierig. Ik wil graag weten wat er gebeurd is. En ik wil ook graag dat andere mensen geïnformeerd worden... over dat wat er gebeurd is. En niet de bullcrap... He, dus, je hebt zo'n programma gehad van Teletubbies in Lalaland. Met Pokie en Oem en Boe en Lo en allemaal wezentjes met konijnenoren en een tv in hun buik. Ja, ik vind het best. Mijn dochter heeft er nooit een reet aangevonden. Ze moest van mij gewoon kijken naar Bolke de Beer. En andere dingen. Ik heb ook laten kijken naar... Ik heb mijn dochter echt alle ja, profane noemen we de, alle godslasterlijke dingen heb ik mijn dochter laten zien. Daar is verder geen probleem mee. Maar wat ik vervelend vind,
is dat zij naar school gaan en daar godslasterlijke dingen opgediend krijgt, alsof het waarheid is. Alsof het een poging tot waarheid is. Want dat is het niet. Haar geschiedeniswerk ging over de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw. Nou, dan moet je mij hebben. Ik weet wat er geschied is in die gebeurd is in die periode. Dat was na Maarten Luther. Dat had te maken met Immanuel Kant, is een hele belangrijke. Die had een ruimte gecreëerd voor zichzelf. En dat kan niet echt, want dat had hij niet gedaan, maar dat is gebeurd. En Immanuel Kant heeft een punt gezet. Die heeft een lijn getrokken. En daar wordt niets over verteld. Er wordt alleen maar stilgestaan bij de geweldige daden van de familie van Oranje. Dat waren de dijkengravers. En ik zeg jullie, nee. Die familie van Oranje heeft geen dijkengravers, wat zeg ik nou? Nee, kanalengravers. Dijkenbouwers. Maar voor een dijk moet je graven. Dat is een vergeeflijke fout. Dit vergeven jullie mij wel. Hoe hoger je woont, des te hoger de verdieping. Op de 12e verdieping zit je hoger dan de 9e verdieping. Maar die hebben dat niet gedaan. Dit zijn wel mooie huizen, dat zonder meer. Het zijn mooie stenen stapelarij. En ik heb hier gewoond. Prachtig. Nou, ik werd dus fucking mad. Ik heb ook tegen mijn dochter toen gezegd van de overhoring is per nu gestopt. Want ik wil niet dat je deze bullcrap uit je kop leert, want het slaat nergens op. Het is bij deze aan jou opgedragen om morgenochtend een 4 te gaan scoren. Nu. Heute nog. En gewoon het boek dichtgeklapt. Bullcrap. En mijn dochter helemaal bezorgd. Ja, maar pap, ik heb morgen tentamen en dan ga jij nog boos doen tegen mij, geschiedenisleraar. Zeg ik, ja, natuurlijk. Dus dat kind heb ik gewoon weggestuurd en gezegd van, kom op, doe. Watch me. En toen heb ik dus een hele nette e-mail geschreven, echt keurig. Gewoon echt een keurige e-mail. En mijn dochter heb ik teruggeroepen. En gezegd van nou, deze e-mail, mag dat? Bach dat heet dat. Hè? Dus, het verschil tussen mag dat en Bach dat. Maar een van beide is de hoofdstad van Turkije. En mag dat? En mijn dochter zo, zei ze. Nou, zei mijn dochter, hier kom ik wel mee weg. Ja, en toen was het bombs away. Dus die mail heb ik gewoon verstuurd. En ik kreeg dus audiëntie. Dat wil zeggen, ik mocht audiëntie doen. En ik moest eerst een half uur wachten. Met van die vieze rotkoffie. Maar ik klaag niet, want het was gratis. Het smaakt echt helemaal nergens naar. Net zo goed. Maar het maakt niet uit. Ik zat maar te wachten. En er lagen ook kranten. Dat vind ik ook een erg gelukkige gewoonte. Om de krant te lezen. Een van mijn beste vrienden. Die inspecteert de krant. En daar heb ik
respect voor. Want hij inspecteert. Maar ik heb het idee dat die kranten in het Bigdal Lyceum, die worden gewoon alleen maar echt geconsumeerd. Bah, vieze kranten, man. Hele stomme Gelderlander. Het enige leuke was het weerbericht. Ja, als idee natuurlijk, hè. Het is ook een leuke waarheid. Ze hebben onderzoek gedaan naar de voorspelbaarheid van het weer. En dat schijnt in die dagen dat ik dat nog deed. Dat was in de jaren 80. En ik vraag me af of ze er momenteel... Dat is een ander verhaal, maar, maar ik denk niet dat het beter geworden is, de voorspelbaarheid. Ik denk het niet. Maar in die tijd werd er gezegd dat het weer is met 70% kans te voorspellen op voorwaarde dat het hetzelfde blijft. Iets over wetenschap. Wetenschap, daar moet je kinderen in trainen. Dat is heel belangrijk. En dan kijken wat er gebeurt. Wetenschap, dat is net zoiets als vuurtje stoken. Daar wordt alles warm van. Terug naar het Bigdal Lyceum. We gaan hem opnieuw zoeken. Ja? Toch een lekkere map. Dit is de internetverbinding via mijn buurvrouw hierboven. Dat is echt schandalig. Ik heb haar vandaag een fles rode wijn gegeven. En ze keek echt vrolijk verbaasd. Ik vroeg er als eerst aan haar, lust je dit wel? En ze keek naar die fles en zei ja. En dankzij haar hebben wij dus internet. Ze heet Ellen. Heel aardige vrouw. Want we zijn nog niet klaar met deze KUDT-organisatie, waar ik mijn dochter 5 jaar lang knarsetandend naartoe heb mogen laten sturen, dwingen. Wat mij het meeste ergerde aan de samenvatting, de punt 1, als je het hebt over de 17e en de 18e eeuw. 19e en... Nee, dat moet je goed zeggen. 18e en 19e eeuw. Dus 1700 tot en met 1799. En dan heb je 1800 tot en met 1899. Dat is een era. Dat is een dag eigenlijk. Dat zijn 2 dagen. Dat zijn hele belangrijke dagen geweest voor Europa. Het was van 1500 tot en met 1599 is het vuurtje gesticht door Martin Luther. Daar waren in Dodja. En in de jaren van 1700 tot en met 1799 hebben wij Immanuel Kant gehad. En die wist een grens te trekken. En daarna kreeg je Arthur Schopenhauer. En daarna kreeg je Friedrich Nietzsche. En dat zijn onze christenen. Dat zijn de meest waarheidssprekenden. En waar mijn dochter, haar geschiedenispagina's uitsluitend over gingen, dat was een gelul over de familie van Oranje, die alleen maar voor valuta gezorgd hebben om ons die kanalen te laten graven. Dat is 1. En ten tweede, Karl Marx. En zelfs gingen ze nog in het geschiedenisboek
herhalen, er waart een spook door Europa. Een spook van het communisme. De maat was voor mij echt vol. En na geduldig gewacht te hebben, en ik heb daar geen koffie gedronken, want ik vertrouwde die fucking koffiemachine niet. En als ik boos ben, wil ik geen koffie. Als ik boos ben, wil ik water. Als je mij koffie ziet drinken of alcohol ziet zuipen, dan weet je dat ik niet boos ben. Als ik water ga drinken, dan moet je weten dat ik boos ben. Ik heb twee schakelaars namelijk, hè? Eentje aan, eentje uit. Dus ik dronk daar water. En ik heb die man verteld, die geschiedenisleraar, die heb ik gewoon gemangeld op een vriendelijke manier. En hem de titel gegeven. De titel, dat niet, heeft niks te maken met vrouwenposten. De titel gegeven. Van een boek. Wie is de eigenaar? De letterlijke titel in het Engels is: Who owns your gold? En ik hoop dat die geschiedenisleraar bij het Beekdaliseum, ik zal er even mee, oh, ik wil er mes iets meer inzoomen, zo. Hier dat is, hè? Het is wel mooi, het is een hele mooie vijver. Ik heb hier dat vertel ik nog eens altijd, dat was hartstikke leuk met die conciërges. Ik zat met die conciërges, zat ik hier, toen mijn dochter verlost was. En ergens, waar zat ik dan? Ik denk dat ik hier zat of zo. Met die geschiedenisleraar. Nou, ik heb net gezegd dat het Beekdal Lyceum en seks, dat zijn twee handen op één buik. De vraag is natuurlijk waar die seks plaatsvond. En ik kwam dus, ik had mijn auto geparkeerd hier ergens, denk ik. Of ik was te voet, dat kan ook, want ik loop hier gewoon naartoe. Ik ben Johnny Walker, geef mij een fles whisky en ik loop nog een kilometer door. Een kilometer? 60 kilometer? Wat denk je van wat ik van alcoholverbruik heb per kilometer? Nou, die seks, dus ik kwam dus hier aanlopen. En het zat er dus niet op, maar er is hier een wandelpad. Ga maar vragen. En hier staat zo'n lullig, heel lullig Auschwitz hekje. Bah, bah, bah. En dan zit dus hier, heb je dan de ingang. En dan kan je dan daar, moet je dan hier, moet je dan omhoog. En dan kom je op de eerste verdieping. Ja, dat kan je dus niet zien hier. Oh man, de tranen schieten in mijn ogen. Want nu krijgen we seks en Beekdal Lyceum. Daar maak ik gewoon een Twitter-account van. Nou, om jullie eventjes te laten afkoelen. Want dit is zo'n lange uitzending. Hè, dan start ik een muziekje op. Want het internet via mijn allerliefste buurvrouw. Echt gewoon, ja, vanwege haar hebben we nog muziek, snap je? Even kijken, welke neem ik dan? We nemen gewoon deze. Oh, dat vind ik nou echt helemaal niet leuk. Maar het is wel
Ja, dat vindt ze vast niet goed. Ja. Wacht even hoor. Ik heb geen sound. Oh, wacht even. Nee, zo. Ja. Ja! Dit mag niet van Nina, hè? Zijn geheime opname. Wat je net hoorde, dat was muziek. Mijn dochter die is altijd bedenkelijk. Ik heb haar ook stukken aangeboden waarvan ze zei, nee pap, dat zing ik niet. En dan zei ik, oké, doen we die aan de kant en dan de volgende. Wat je nu hoorde, dat was muziek. Ik heb nog meer voorbeelden. En dan kan je een voorstelling mee maken. Mijn dochter, die kan heel goed toneel spelen, bijvoorbeeld. Die kan zo overschakelen. Die heeft ook twee schakelaars. Eentje aan en eentje uit. Dat kan mijn dochter. En dan was er een voorstelling van het Beekdal Lyceum. En mijn dochter was toen 11. En dat is dan op de eerste verdieping. Dan heb je dus hier, zit ergens die trap omhoog of zo. Je kan het niet goed zien. En dan moet je ergens naar links en dan zit hier ergens die toneelzaal. En daar gingen dan de ouders kijken naar de seksualiteit van hun kinderen. Ja, want dat is wat het Beekdal Lyceum je met name wil leren, namelijk, het is helemaal niet erg dat je niet weet hoeveel 1001 gedeeld door 7 is. Dat maakt ons niet uit. Je mag zo stom zijn als het achtereind van een varken, als je maar op tijd bent. Oh, dat is er nog één, die heeft te maken met de dood. Dat wordt er nog één. Die mag ik niet vergeten. Oké, dit gaat over seks. En zo dadelijk nog eventjes over de dood en het Beekdal Lyceum. Daar houden ze ook van. Daar bemoeien ze zich graag mee. Het komt niet hard over hoor, wat ik nou zeg. Helemaal niet. Want die Freemasons, die daar 600 meter verderop zitten, die snappen wel waar ik het over heb. Die gniffelen hooguit over mijn woord. Ze weten toch wel dat niemand naar mij luistert. Denken ze. En hoeveel mensen luisteren er naar mij? Vorige keer dat ik ben gaan tellen, was dat... Nee, dat zijn mensen die luisteren naar mij. Ik heb zelfs een echte fan. Seks en het Beekdal Lyceum. Het belangrijk is dat ik de smerigheid die daar plaatsvond zo duidelijk mogelijk maak. Dus als je niet kan tegen smerigheid en je wil oefenen in smerigheid, dan adviseer ik je om Game of Thrones te gaan kijken. Of Breaking Bad. Dan kan je een beetje oefenen. En dan,
Je hebt je zwemdiploma A, B, C. Ja, ik ben gestruikeld bij D. Maar eerst je diploma A halen. Dus als je hier tegen kan, dan kan je hier dus tegen. En je besluit, je hebt nu een contractueel mondelinge, weliswaar eenzijdig, overeenkomst, dat ik je nu ga vertellen hoe smerig dat was. En je dient dit tot het einde toe uit te luisteren. Ik laat even een pauze vallen, want ik kan je nu zeggen, oké, Perry, ik begrijp waar je het over gaat hebben. Nou, zulke smerigheid dat die plaatsvindt op het Beekdal Lyceum Arnhem, daar wens ik niet van op de hoogte te zijn, want dan kan ik achteraf altijd zeggen, ich habe das nicht gewusst. Bij de volgende Auschwitz-bewoner, maakt mij niet uit. Dit gaat grof. Want het Beekdal Lyceum in Arnhem, waar je nu naar kijkt. En dat was dus ongeveer hier. Dat denk ik. Want je moest die trap op. Misschien die trap is tot hier, denk ik of zo. En dan ga je naar rechts. Of dit is het terrein en niet het gebouw. Dat kan ook nog. Mijn dochter weet het beter. Die weet welke vunzigheid zij daar moest aanschouwen. Dat was niet, neukende teef. Nee, dat was, wij zijn neukende teven. Met z'n allen. Lekkere seks. Seks met z'n allen. En het frappante was, dat de mensen in de zaal, en die gaan dan door van wat ze dan noemen ouders. En nu weet ik dat er is een natuurlijke hekel aan de katholieke kerk. Daar heb ik geen probleem mee. Augustinus heeft heel duidelijk wel gezegd dat het begrip niet gelijk staat aan het begrip. Kom ik duidelijk over? Augustinus was een slimme rik. Die wist het. Ouders zijn dus geen ouders. Een ouder is dat wat je hebt. En wat je natuurlijk wil als samenleving, dat je de kinderen dagelijks verzorgd worden door ouders. Waaronder wij verstaan verstandigen. Moeders wil is wet, want moeder heeft gewoon, klaar. En een papa heb je ook altijd nog. En dat zijn je ouders. En die moeten verstandig zijn. En die ouders, die daar zaten, ik had gewoon, zoals die man in die film Seven. De film Seven op zijn Engels, S-E-V, dat spel ik niet uit. Maar die staat dus echt te braken in de metro. Die kotste in de mond van een mens die zijn, weet ik veel, hij kotste gewoon in zijn mond. Ik had toen moeten kotsen. Heb ik niet gedaan. Ik heb gezien hoe ze de voorstelling ontzettend slecht hadden voorbereid. Ze hadden de kinderen hooguit 15 serieuze minuten per voorstelling gegeven als voorbereiding. De changementen, de veranderingen op een toneelvoorstelling, als je dus meerdere voorstellingen draait, dan moet je changeren. En dan gaat het gordijn dicht, dat mag. Maar je kan ook changeren en plein publiek. Dat mag ook. Dat is zelfs hartstikke leuk. Juist op zo'n instelling. Iedereen kan meedoen. De ene die kan heel goed
emoties uiten op een vriendelijke manier en de tekst goed zeggen. En de andere die kan met een blaadje in de hand staan en die herinnert iedereen aan wat hij moet zeggen. En weer een ander die zorgt ervoor dat die rode stoel weggehaald wordt en dat die groene bank terugkomt. En dan die rare tv-schermen erachter met flikkerende beelden. Of zoiets. Het heet changement. Changement. Verandering. En die heb je nodig tussen de scènes. En de changementen, die waren lousy. Echt lousy. Maar heel langzaam. Ja, en daar zit ik niet op te wachten. Zeker niet als ik 20 à 30 voorstellingen moet gaan zien. Dat duurde uren en uren. En het hoofdonderwerp was, ik wou zeggen main subject, het hoofdonderwerp was seks. Allerlei vormen van seks. Seks met z'n drieën, seks tussen twee mannen, seks tussen twee vrouwen. Ja, gewoon seks, seks, seks. Mijn dochter, die kwam dus ook uiteindelijk op het toneel. En zij had dus ook helemaal een kwartier gekregen om iets voor te bereiden. Zij stond daar gewoon echt met, ja, straight up. Helemaal recht. Helemaal rustig. En ze deed iets met cowboys. En dat was een pistoolgevecht, maar dat was alleen maar pief, paf, poef met je vingers. En dat was het. Het was heel grappig eigenlijk. Het was het enige wat leuk was. Het enige. En de rest ging alleen maar over seks. En elkaar bedriegen. Ja, je hebt al een huwelijkscontract getekend. Maar dat betekent niet dat je buiten de deur mag neuken. Dat betekent niet dat je niet... Ja, zoek het maar uit. Maar ja, iedereen mag alles. Het liep uiteindelijk allemaal goed af. En het was dus hier. Kijk hoor. Hier zit die vijver, dat klopt. En hier loopt een muurtje. En daar heb ik dus een checkje gerookt. Tijdens die eindeloze diploma vernedering of zo. Het liep goed af. En die voorstelling daar met al die seks, het was echt verschrikkelijk. Ik vond ook echt niet dat mijn dochter was toen 11. En ze is daarvoor dus nat gespoten of daarna. Dat weet ik dan ook niet meer. Dat is dan mijn schuld weer. Maar ze hebben haar nat gespoten en haar plaats laten nemen in een toneelvoorstelling die Sodom en Gomorra niet zou misstaan. En dat is het Beekdal Lyceum. Op 600 meter afstand van die Freemasons jokers. Het laatste stuk, dat gaat over de dood. En het Beekdal Lyceum. Ik heb protest aangetekend tegen de eerdere voorvallen met mijn dochter. Ik heb bij die voorstelling met die vieze seks, dat die kinderen allemaal gaan lopen brullen van ja, ik ben een lesbo, maar wel getrouwd, maar met jou wil ik wel kontje kontje. Wat dus hier plaatsvindt. In het Beekdal Lyceum te Arnhem. Ik heb er allemaal, alle keren heb ik daar protest bij aangetekend. Netjes. En toen kwam het volgende akkefietje. Een akkefietje, dat is volgens mij een Jiddisch woord. En waar het
Jiddisch nou precies vandaan komt, weet ik niet. Maar het komt mij makkelijk uit de bek. Ik kom namelijk uit de buurt van Amsterdam. En zoals je weet, maar misschien is het wel Noord-Hollands, weet ik veel. Er kwam een akkefietje. En dat akkefietje behelst me. Dat mijn moeder, die sinds een aantal jaren al een nieuwe man had gevonden. En zijn dochter, die ging dood. Dat is dus in principe mijn zus. Mijn familie doet niet per se aan DNA-familie-dingesbanden of zo. Tenminste, nee, heb ik nooit meegemaakt. Er is iemand en die noem ik mijn broer. En mijn zus noemt hem ook onze broer. Nooit anders. Als er een feest is, wordt hij uitgenodigd. Als hij moet verhuizen, staan wij klaar. Het heet familie. En een zus van mij ging dood. Ik vond het een hele fijne vrouw. Ze had een heel mooi, fijn gezicht. En mooie blonde haren. En ook een vrolijk karakter. Misschien was dat laatste niet helemaal terecht. Had ze iets minder vrolijk moeten zijn. Dat weet je niet. Daar heb ik ook geen oordeel over. Ik vind het gewoon jammer dat ze weg is. Ik had het gewoon leuk om met haar te praten. Was een openhartig iemand. En die ging dood. En toen zei ik tegen mijn dochter dat ik daar verplicht naartoe moest. Ik had geen keus. Ik wil dat niet missen. En ik vond dat zij mee moest. En mijn moeder vond het ook. En toen was ze helemaal, ja maar bro, want het is wel even optreden. Want die begrafenis, dat was in Leiderdorp. Dat is niet om de hoek vanuit Arnhem, snap je dat? Dat is een hele rijden, rij je met de trein, man. En ik dacht dat het allemaal goed geregeld was. Ik had tegen mijn dochter verteld, tussen 7:30 s'morgens, 7:30, 7:35, dien jij op het station Arnhem te zijn met iets van een OV-chip dinges. En zo begon. Zij moest s'morgens om 6:00 op of zo. 6:00 opgestaan, keurig om 7:30 op het station. Dat was echt een, laat ik zo zeggen, het was een mooie dag voor de dood. Het is een van de kutlied. Het was een mooie dag. En toen ging het Bigdal Lyceum, dat ging haar dat kind eventjes straf geven. Dat hebben ze geweten. Dat hadden ze niet moeten doen. En ik heb ze teruggepakt. Dat hadden ze niet moeten doen. En ik heb een e-mail teruggekregen
van deze fijne seksorganisatie die het bedenkelijk vindt dat kinderen zomaar opeens geroepen worden voor een begrafenis. En ik denk, dat kan toch niet? Een begrafenis moet 3 weken van tevoren aangemeld worden? Echt waar, joh? Wat wilden ze dan? Ik heb gewoon zo'n vent aan de telefoon gehad van, wil je een kopie van de rouwkaart? Lul. Ik wil per nu excuses. En ik wil per nu een schriftelijk bewijs dat je mijn dochter vrijstelt van straf. Je gaat niet een kind straffen omdat het naar een begrafenis gaat. En dan kan je lekker... Van mij mag je echt kapot. Het Beekdal Lyceum dat bemoeit zich met onwetendheid over geschiedenis. Gewoonweg een staardeling maken, dat noemen ze daar wiskunde. Geschiedenis is het prijzen van Karl Marx en de Van Oranjes. En toneelspelen, dat is gewoon een kwestie met je blote kont op het podium staan en een beetje sexy lopen doen. Stuur je kind naar het Beekdal Lyceum. Per nu. En ik zat hier met die conciërges en die zijn aardig. Die conciërges, daar is niks mis mee. En hier in het hoekje kan je roken. Dan kan je zo je checkje zo aan de kikkers geven. Of aan de plantjes of zo. Het kilt wat insecten, maar aan de andere kant. Je flikkert je nicotine gewoon in het water. Kom op. Niet zo zuinig met het werk van de Heer. Ik weet ook niet waar je je kind wel op school moet sturen. Misschien was dit wel een van de beste scholen voor haar. Voor slot van rekening, ze heeft hem overleefd. En daar is niks mis mee. Ze heeft mooie stevige benen. Ah, ze heeft de stelling van Pythagoras bewezen. Dus ja, wat wil je nog meer? Je kind kan dit mormel van gebouw gewoon overleven. Ja, misschien dat dat de meest vrolijke afsluiting is voor het Beekdal Lyceum. En ik wil ze echt adviseren om meer studie te maken van hoe je kinderen goed leert staartdelen. Daar zou ik als eerste mee beginnen. Dus 1001 gedeeld door 13. Gewoon controleren of die kinderen dat kunnen. En de kinderen die dat niet kunnen... Dus 1001 gedeeld door 13 niet kunnen. Die moet je gewoon terugsturen. Om te zeggen, ja, je kan niet eens 1001 gedeeld door 13 op 3 decimalen of zo. Hè. Als je dat niet kan, ja, wegwezen man. Je moet dan eerst maar Surinaams gaan leren of zo. En je moet kinderen geen bullcrap vertellen over de geschiedenis. Dat moet je niet. Fout, lelijk. En of je kinderen wil vertellen van de komst van de Boeddha en daarvoor Lao Tse. Dus allemaal mondje dicht als de leraar praat. Allemaal sleuteltje op slot, sleuteltje weggooien. Je mond op slot, sleuteltje weggooien, armen over elkaar, lusteren. Dat is onderwijs. En dat mensen daarbij willen gimmen, ja, dat moet je zelf weten, vind ik hoor. Gim mag geen facultatief vak zijn. Gim moet facultatief zijn. Waarom zou je gimmen? En dat moet hier wel. Waarom zou je moeten toneelspelen? En dat moet hier wel. Sommige kinderen willen alleen maar leren schaken. Of ze willen een lasser worden. En er zijn gewoon kinderen en die willen gewoon gewicht heffen. Of speer werpen. Nou, als je die faciliteiten hebt. Kijk, dat is prima. En dat die kinderen die goed met speren kunnen werpen.
dat ze daar ook punten voor kunnen scoren. Ja, natuurlijk, dat is toch mooi. Maar niet iedereen wil speren werpen. En niet iedereen wil gewicht slingeren. En dit is een soort, ja, dat is Auschwitz. Dat is gewoon een werkkamp. Een werkstrijd. Een werkstrijd. Hè? Kamp, kampf is strijd. Een arbeidsstrijd. Kinderen worden tegen elkaar opgezet. Wie is de beste? Wie heeft de hoogste cijfers in een of ander stom systeem? Wie kan de meeste pagina's bullcrap uit zijn hoofd leren? Wie is in staat om er een gaatje in te zien? Wat moet je met zo'n instantie? Ik weet het echt niet hoor. Bommen erop als op Magdad. Dus Magdad is de hoofdstad van Irak. Zo was het, ja. Magdad is de hoofdstad van Irak. Laat ik mij vooral niet verspreken. Is dit onze Magdad? Ik zou het niet doen. Ik zou het niet adviseren. Het is echt een absoluut stom gebouw. Vind ik dan als de toegankelijkheid is 0, broekzak. Het niet. Snap je? Ik vond het echt een slecht idee. Ik wist van tevoren dat het een kutschool was. Er is echt een draadje te bakken in mijn luchtpijp. Komt er zo wel uit. Ter samenvatting, deze onderwijsinstelling heb ik oorlog gevoerd. Ik heb op mijn flikker gekregen. Van die toneelspelers, die gangmakers daar, die namaakpriesters. Oh, dat was hem. Ah. Nou, daar zijn we ook weer vooraf. Ja, dat is wel lekker. Kan ik weer voluit lullen. En ik dat stukje hiervoor, daar knip ik eruit. Not. Ik ben de gangmaker. Ik geef om mijn kind. En onderwijs hebben ze mijn kind niet gegeven. Weer samen naar school. Jij neukende teef. Is dat onderwijs? Seksvoorstellingen. En die ouders dus. En daar moest ik echt van braken. Die zaten te klappen, jongen. Die vonden het zo geil. Dat hun 11, 12-jarige kinderen al bezig waren met promiscue handelingen. Als het doorbreken van een contract. Mooi is dat. En die ouders die lachten zich een kriek. Schudden buiken. Nou, leuk is dat. Ga er maar aan staan. Die van mij heeft het overleefd.
En die conciërges daar, die zijn te vertrouwen. Ook de leraar Duits. Volgens mij is dat een gommel. Maar dat maakt niet uit. Hij is niet. Hij is gewoon. Ja, volgens mij is die ook oké. Die leraar Duits in die tijd, die klopt. Die leraar geschiedenis, die weet niks van geschiedenis. Maar aan de andere kant, het is wel een aardige vent. En die conciërges, die deugen ook. Die zijn allebei echt. Die wisten ook precies wie mijn dochter was. Op een school, hoe heet het eigenlijk? Instantie met een paar duizend, 1200, zo. Zij wisten wie mijn dochter was. Ze wisten niet hoe ze heette. Maar ze wisten wel wie ze was. Ja, mijn dochter ziet er een beetje. Ja, mijn dochter is. Ja, die ziet eruit. Ik kan haar niet missen. En ze hadden haar gezien. En ze zeiden ook wel van nou. Dat is wel een goeie. Ja, wat dacht je? Ze heeft deze kutinstantie overleefd. Lang leven het Big Doll Lyceum. Ik zal nog eventjes de weblink openen. Ze hebben ook zo'n klote website. Gaan we daar even lopen zeuren. Ja, dit is ook. Dan kan je gewoon. Hier zitten ze dus. Dit is dan de website. Oh, dan krijg je echt gewoon gelijk hoofdpijn. Wat een kut website. Heb je dus hier It's Learning. Dat is een of andere, moet je dan een. Heb je account nodig, snap je? Iemand. Dat is een deel 1. En hier heb je dan magister. Ja, ook weer. Dus, oh, leuk is dat. Als bij het Big Doll Lyceum hebben ze niet echt verstand van automatisering. Dan heb je hier ook nog schoolloket. Heb je er ook een fucking account voor nodig? Ook een fucking account. Ja, kom op, hou op, jongen. Wat is dit dan? Wat slaat het op? En dan ook nog. Dan kan je ook je reisplanner. Oh, dat is wel mooi zeg. Bij het Big Doll Lyceum van Arnhem. Dan kan je gewoon. Dan kan je gewoon gelijk naar de reisplanner. Nou, dan krijgen we nu naar Facebook. Oh, wat een kut website. Oké. Dan zitten ze hier ook nog. Oh. Nou, dat is echt interessant, man. Eigenlijk wil ik gewoon weten hoe het gaat met mijn dochter. Op school. Dan kan je ook nog. Je kan zonder meer inloggen. Maar je kan ook twitteren. Nou, dit is nog beter. Het ziet er inderdaad zo uit. Even kijken, hoor. Waar zit het nou? Dit is aan de achterkant. Oké, hier kan je ook inloggen. Oh, wat mooi, man. Bij het Big Doll Lyceum in Arnhem kan je. Oh, fuck, die kan je echt inloggen. Even terug, man. Je kan echt overal inloggen. Inlogproblemen. Dat is ook leuk. Inlogproblemen. Nou, die heb ik niet meer. Gelukkig niet meer. Ik heb mijn dochter zo vaak ziek gemeld. Op een gegeven moment was ik het zat. En toen zei ze ook tegen mij van pap. Maak je nou geen zorgen. HAVO 5 haal ik wel. En dan ben je van dat ziekmeldprobleem af. En ik zo van ja oké. Okay, maar dan haal je toch wel je diploma. Hè? Joe. Wat een kutinstelling is dit. En dan moet je dus ergens. Je hebt het ziekmeldloket. En dat is echt. Oh hier. Oh, kijk. Is het nou weer veranderd? Dan moet je even vertellen dat je kind ziek is. Ik ga het nou niet doen. Het is nou 4:15. Ik heb zo vaak met een computer lopen lullen. En als je maar één jota verkeerd uitspreekt.
dan krijg je dokter, je dotter, extra straf. Gadverdamme. Ik ben niet graag positief, wel. Dat snap je wel. Nee, dat zei ik verkeerd om. Nee, het is klote onderwijs. Hier klopt helemaal niks van. Dit is geen onderwijs. Sport is geen onderwijs. Cultuur is geen onderwijs. Dans is geen onderwijs. En topsport, wat is het verschil tussen topsport en sport? Heb jij een neus, net als een Jood, dat die makkelijk bij de neus genomen kan worden? Wat is het verschil tussen topsport en sport? En wat is dit? Wie zijn die mensen? Dit ook even inzoomen. Het slaat helemaal nergens op. Kijk, als ik mijn kind gitaar wil leren spelen, dan doe ik dat zelf wel. En dit is dan Kia Gutmanis. Oh. Die komt uit Vlagtwedde of zo. Kia Gutmanis. En die is de coördinator kunst en cultuur. En Boris. Oké, dan snap ik hem. Dus Kia, dat is de linker. En Boris van Gennep, die is die coördineert de sport. Jezus Christus. Kijk, vroeger in Amstelveen, toen was ik 4, 5 en toen leerde ik behoorlijk lopen, fietsen. Ik was overal en nergens. En mijn sport was vissen. Ik ben ook een paar keer wezen kijken bij de sportvelden van het voetballen. Maar dat was mijn ding niet. Dus ik ging vissen als sport. En dan zeg je natuurlijk, ja, maar als je gaat vissen, dan zit je alleen maar een beetje stil met je hengel. Nee, lul. Als je wil vissen in die tijd dan, hè, voor mij dan als jongen, dan moet je gewoon 15 kilometer fietsen. 10 kilometer is geen probleem. En dan moet je je hengel, dan moet je goed op je fiets, dat hij niet in je rugzak. Ja, zie je het maar te doen. Dat was mijn sport. En krijg daar mijn kind, die krijgt honkbalsport aangeboden. En een of andere vrouw die haar hand helemaal niet op de juiste manier om haar gitaar heeft. Die niet eens een barré maakt. En wat voor een akkoord speelt ze eigenlijk? Ze doet alsof ze gitaar speelt. Maar ze heet Kaija Gutmanis. Leuk is dat. Ik vind het best hoor dat je kinderen, dit soort dingen bijvoorbeeld, hè? Best dat dat mag. Dat kan er gewoon uit vrije wil. Toch niet in het kader van het schoolsysteem. Ik wil een beetje zeuren, snap je? Ik wil jullie een beetje waarschuwen dat jullie kinderen iets als dit moeten bieden, maar dan buiten het schoolsysteem om. Ik ga binnenkort illegaal autorijden met mijn dochter. Mijn dochter. Dat ga ik gewoon doen. En ik ga niet vertellen waar. En ik ga ook niet zeggen dat dat zal zijn in de Renault Clio. En ik vertel ook niet wanneer. Nu weet je genoeg, maar dat ga ik gewoon doen. Je moet kinderen de vrijheid geven, maar op deze manier. Verplicht. Want je moet naar school. Ja, dan raak je mij echt kwijt. Toen ik jong was, hadden we school tot iets van 3:30. En 4:15 was ik thuis.
Ja, en dan was het gewoon even een glaasje water of cola of whatever. Mijn vader was een kok. We hadden altijd lekker eten thuis. Er was altijd een beetje eten en dan hop de deur uit. Eindelijk was de dag begonnen. Later in Wageningen had ik een perfect college. Echt perfect. Dat duurde maar 5 dagen of zo. College elektronica. En dat was 's morgens. 3 uur lang. 3 uur lang. En dan was met 2,5 uur moet je. Want je kreeg een kwartier pauze bij 3 kwartier. Dus 3 kwartier luisteren naar het gewauwel van iemand. Kwartiertje lang koffie drinken. Checkjes roken. Weer 3 kwartier luisteren. Checkjes roken. Weer 3 kwartier luisteren. En dan had je dan lunchtijd. En dan mocht je uitrusten. Ja, dat is zo'n beetje lang genoeg. Het slimme was van dat college is dat je 's morgens geleerd kreeg wat je met elektronica kan doen. Daar kan je een flip-flop mee maken. Daar kan je een NAND mee maken. En zo werden wij uitgenodigd om 's middags terug te komen. En dan hadden wij allemaal soldeerbouten. En dan gingen wij zelf in die bakjes graaien en weerstanden eruit pakken. En die transistoren aan de onderkant. Allemaal aan elkaar lijmen met solderen. Want wij wilden weten of wij konden toepassen wat we vanmorgen geleerd hadden. Het was een razendsnel college. Maar wat ze onze kinderen geven, dat is gewoon gezeik van 8:30 's morgens tot 4:45 's avonds. Ze mijn dochter laten overblijven. Alleen omdat haar moeder het verzaakt heeft. Om haar af te melden. Dat ze dat niet eens weten. En je kind krijgt gewoon straf. Punt. Klaar. En dat mag je gewoon accepteren. Alsof het... Wat is het verschil tussen niets en normaal eigenlijk? Alsof het niets is, alsof het normaal is. Kijk, ik in mijn jeugd, ik had al snel ontdekt dat auto's, dat die moeten schoongemaakt, die zitten onder het blubber. En als het een mooie zomerdag is, en het ruikt allemaal lekker, misschien een beetje lente, aan de wil van auto-eigenaar, ook een beetje schone auto. En dan wist ik wist gewoon wie elke auto beëigende. Zeg je nou? Wie de eigenaar was van elke auto, dat wist ik. Want al die auto's, daar zat ik altijd naar te kijken. En ik zag die mensen gewoon aankomen rijden en uitstappen. En ook denk ik, oké, jij woont op 3C. En met mijn moeder, ik heb gewoon best eigenlijk een goede relatie met mijn moeder, achteraf bezien. Met mijn moeder, die gaf me altijd gewoon een emmer met warm water, gewoon de zeepsop, kreeg ik ook gratis. Kreeg ik allemaal gratis van mijn moeder. Ik kreeg gratis een spons. En dat deed ik alleen maar als ik een contract had. Dus als eerste ging ik aanbellen en zei ik, dag, ik ben Perry. Ik woon daar. Zal ik uw auto wassen? En daar kreeg ik dan 2 gulden voor. En dat vond ik best. Het was toch lekker weer. En dan waste ik gewoon een auto.
En met die centjes dan kon je naar de Amstelveense Poel gaan. En daar zat een verhuurbedrijf van roeiboten. En dat heette in die tijd dan, ik weet niet of ze er nog zijn, Van Diemen. Dat lijkt wel een beetje adellijke lui of zo. Hè? Van Diemen. Van Herzogtum. Maar bij Van Diemen, daar kon je gewoon voor 2,50 gulden. Had je voor een halve dag een roeiboot. Ja man. Daar kon je de hele Amstelveense Poel mee over. Dat is sport. Dat is doen met je lichaam wat jij wilt doen met je lichaam. En als jij graag wil gaan voetballen, dat mag. Dus de voetbalclub Almere. Je moet er maar eventjes lid van weten te worden. En dat doe je dan maar lekker zelf. De voetbalclub Almere is geen overheidsinstantie. Echt niet hoor. En AS 80 en Waterwijk. En de Buitenboys. Ook niet. En daar kan iedereen heerlijk sporten. Dus waarom moet er gymles zijn op school? Ik kan ook beginnen over biljarten. Ja, er zijn ook jongens die willen gewoon lekker biljarten. En jongens, sommige jongens zien er niet uit als jongens, maar het zijn wel jongens. Het zijn feministen. Pas daarvoor op. Hou ze in de gaten. Ze zijn de meest gevaarlijke onder ons. Dat is een grap. Maar een echte feminist, die snapt wat ik bedoel. Laat ik het zo zeggen, ik ken vrouwen en die kennen schaken. Die vrouwen bedoel ik, hè? Dat zijn de feministen. Dat zijn onze broeders. Zo, wat kom ik christelijk over zeg. Als ik deze uitzending terug ga luisteren, nou, dan schaam ik me helemaal kapot. Not. Het Beekdal Lyceum, ik ga het afronden, ik moet het wel afronden. Ik vond het een klote school. En wat ze mijn kind hebben aangedaan, dat vergeef ik ze niet. Duidelijk. Echt over de limit. Ze hebben haar niet verteld dat haar op het primair onderwijs niet is geleerd om te rekenen. En ze hebben haar voor de rest bullcrap in de mond gepropt. In de oren gepropt. Dat is wat ze gedaan hebben. En dat neem ik die instantie bijzonder kwalijk. Daar ben ik echt, zoals ze zeggen dan, I am, even goed zeggen hoor, I am mat as hell. Amt, I am not going to take this anymore. Tjee, Engelsman, wie heeft dat uitgevonden? Schrikkelijk. Maar goed, ik heb wel bewezen, hè, dus je kan gewoon je kind naar het Beekdal Lyceum sturen en uiteindelijk komt ze terug als een hot looking chick. Ik kijk niet meer naar haar. Ik was vroeger al bang voor mooie vrouwen, hè, toen ik 18 was. Dacht ik echt van, ho, mooie vrouwen. En dan keek ik gelijk de andere kant op. Ja, want je weet nooit wie er in de buurt is. Dat is een natuurlijke reflex van mij. Als ik een mooie vrouw zie, dan denk ik van, oké,
Met jou praat ik niet, want ik weet niet wat voor een leeuwtje daar in de buurt rondhangt. Jongens, ik heb daar... In Brussel heb ik dat meegemaakt. Was ik voor mijn universitaire opleiding, moesten we naar Brussel. Dat was best wel geinig. Want je had zo'n dagprogramma, maar ik had een vriend. En die snapte mij. Dus zo gauw het dagprogramma voorbij was en al die sukkels, die kropen ze weg in dat goedkope 12 euro per nacht hotelletje. Ja, iedere scheet die ruik je. En dan gingen ze zitten wachten op het communautaire avondeten of zoiets. En dan zei ik tegen mijn vriend van, kom op. De excursie duurt tot 3:15 zo te zien. Dat betekent dat wij om 1700 in het centrum van Brussel kunnen zijn. En dan gaan we eventjes ontspannen. Nou, mijn vriend vond dat een geweldig idee. Daarom, ja, dat is gewoon mijn vriend. En zijn achternaam is De Vrede. En hij is familie van die beroemde schrijver. Dat is een tante, of een oud-tante. De beroemde schrijver. Ernst heet hij van zijn voornaam. Fijne vent. En wij daar lekker aan de haal. En dan goed de metrokaart in de gaten houden. Je moet wel terug zijn op tijd natuurlijk. Hè. En het plezier dat we hadden, jongen. Wij vonden restaurantjes. Van die Afrikaanse restaurantjes. Hij is opgegroeid in Afrika. Deze Ernst. En die dat was geweldig. Wat een multiculti gebeuren was dat, man. Super. En toen waren we in, wij hadden een spel verzonnen. Want die excursie duurde best lang, snap je? Op een gegeven moment raak je een beetje verveeld. Dus iedere avond waren wij gewoon pleiten. En die eikels, die betaalden 5 euro voor een of andere communistische maaltijd. En wij betaalden 3,10 euro voor lekker vreten. En dan nog een paar euro voor de metro. En voor het bier natuurlijk. En het bier, dat ging pijn doen. Dus wij gingen gewoon cafés binnen en wij keken als eerste naar de prijslijst. Want hoe duur, hoe goedkoop. Qu'est-ce que le prix? We konden helemaal geen Frans of zo. Ja, mijn vriend kon beter Frans dan ik. Maar ik kon er helemaal niks van. En toen belanden wij in een kroeg. En het was dus 1,10 gulden of zo. Iets van 1 gulden. Nee, net was onder de gulden. Het was zoveel frank, van die Belgische frank. En dan moet je echt als een rekenmachine terugrekenen. Maar dat was echt, dat was 1,10 gulden van gulden. Wat we nu noemen 40 eurocent. Dus ik schouderde mij tegen mijn vriend. We zijn toch op excursie en we hebben ons de hele dag de kloten verveeld. We gaan nu eventjes even een biertje nemen. Een lul, man. Dus wij naar binnen. En lekker bier, jongen. Ik vind dat was... ik weet niet meer of dat nou Jupiler was. Maar er was een heerlijke melange van zoet en bitter. Zalig bier. En op de goede temperatuur. En dat kostte dus 40 eurocent. Toen. En toen zaten daar aan de bar. Een man en een vrouw. Van onze leeftijd toen. Dus in de 20. En die vrouw, dat was een brunette. En ik zat gewoon... naar haar te kijken om niets.
Want er was helemaal niks. Je zat er gewoon bier te drinken en te denken, hoe moet ik deze excursie van de landbouwhogeschool in België gaan overleven met mijn lieve vriend? We moeten zo dadelijk weer ergens eten. En dan moeten we terug naar die stomme, een soort ladekast was het eigenlijk. Want je kon er je billen niet keren. Eigenlijk moet je zeggen, je kon er je kont niet keren, maar dat is lelijk taalgebruik. Je kon er daar je billen niet keren. Dat was echt super vervelend. En zij keek naar mij. En toen zag ik dat ze echt een heel mooi gezicht had. In de zin van uiterlijk. En ze had al een lekkere, ja, dat was van best, ja, dat was wel een mooie vrouw. Punt. Nou, ik negeerde in principe haar blik. En ik zag dat ze bleef kijken. Want dat kan ik zien. Ik kan vanuit mijn ooghoeken kijken. En ze bleef maar naar mij kijken. Ze was daar met haar vriend. Zo'n, ongetwijfeld, ja, het was Brussel, dus het zal wel een Belg zijn geweest. En toen draaide die Belg zich om en die keek naar mij. Toen dacht ik, oké, dit is waarschuwing 1. Dus ik bleef gewoon vriendelijk praten met mijn vriend. En we dronken ons bier op. En toen keek die Belg, dus die man, die keek nog een keer. En toen zei ik tegen mijn vriend, zullen wij zo snel mogelijk weggaan? Want zo dadelijk komt er een donkere wolk op me af. Ik had geen contact gezocht. En die man die denkt van wel. Eikel. Met vrouwen moet je oppassen. Ze zijn veel te mooi. En dat was gewoon goed onderwijs. We hebben toen echt. Ik kon er, dit is toch helemaal kut, man. Dit is van lullo. Ja, ik heb toen wat meegemaakt. Overdag een beetje, ja, saaie toestanden. Allemaal in de bus zitten. Wanneer mag je roken? En daarna gewoon ben je vrij en dan ga je wat doen. Bah, dit is ook smerig. Fastlane English. Deze PDF die loopt dus niet. Is ook zo'n mooie. Oh, ik moet even de uitzending stoppen.